Serge, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Wat leuk om hier te zijn bij jou in BEX, uh, in BEX uh, Communicatie, ja. in Eindhoven. Zeker. Mensen die dit niet zien, maar horen, die, ja, die missen wel wat. Want het nog moeite gespaard om hier in de BEX Theater ja. dit interview op te nemen. Ja, dat klopt. Kun je, kun je ons kort vertellen waar wij nu zijn? Ja, euh, nou, zoals je al zei, we hebben BEX Communicatie in Eindhoven, Communicatieadviesbureau. Maar we hebben ook een trainingstak. En wij willen heel graag mensen helpen om meer impact te maken. En die, die trainingstak hebben wij de BEX Impact Academy genoemd. En toen vonden wij, als wij mensen helpen met impact maken. Euh, nou, het is eigenlijk wel misschien wel een leuk verhaal om te vertellen. We hadden een hele mooie uh, propositie bedacht. Mm -hmm. Dat we leiders gingen helpen met meer impact maken. Dus we zouden een soort dream team voor ze samenstellen. En met een stemcoach en met, uh, met een storyteller en de presentatie uh, naar nou alles wat je nodig hebt om, om impact te maken. Mm -hmm. En met dat concept, dat heette de Presentables. En met dat concept gingen wij, met uh, gingen wij de boer op en iedereen zei: Ja, goed idee man, moet je gaan doen. Dus dat hebben wij gedaan uh, samen met Theo Hendricks overigens, die ja. al een keer eerder in jouw uh, podcast geweest is. Toen hebben we het helemaal uitgewerkt, en toen gingen we terug naar die leiders. En toen zeiden ze: Ja, goed idee, hè, maar ik heb het niet nodig. Hè. Maar mijn collega, ja, die kan het wel gebruiken. <laughs> en uh, toen gingen we dus naar die collega en zeiden: nou ja, ik heb het niet nodig. Maar uh, ja, waar je eigenlijk net vandaan komt, die man die zou wel eens, uh, ja, die zou jullie wel eens nodig kunnen hebben. Kortom, er werd helemaal niks, want uh, mensen, blijkbaar leiders, willen niet getraind worden. Hmm. Toen zijn wij weer uh, uh, teruggegaan naar diezelfde mensen. Ze zeiden: van, Oké, okay, maar dit werkt dus blijkbaar niet. Wat willen jullie dan? Of wat heb je dan nodig? Hij zei: Ja, trainen, trainen. Ik wil gewoon af en toe oefenen. En zo zijn we op dit idee gekomen, want waar we nu zijn is een gang die we hebben gemaakt met een radiostudio, met een mediatrainingstudio, dus echt een televisiestudio en met een mini theater waar wij mm -hmm. nu in zitten. Um, en dat hebben we gemaakt om beleving toe te voegen. Wij dachten oké, okay, als je dan wil oefenen, dan moeten wij iets bijzonders bieden, uh, zodat je ook echt het gevoel hebt dat je aan het oefenen bent, He, dat je uh, ja, dat het ook echt voelt. Dus daarom zitten we hier nu in het mini theater, maar ook de mediatrainingsruimte werkt perfect. Als daar, ik had daar laatst een burgemeester die kwam binnen en hier uit de regio en die man die loopt onze televisiestudio binnen en die zegt, wat gaan we doen CS? Ze? Ik hoef niet naar Yinek, ik hoef alleen maar Eindhoven's Dagblad. <laughs> en, uh, uh, dus ja, dus dat maakt wel impact. En uh, deze ruimte is dus ook. Daar staan mensen hier op het podium ja. en die zeggen alleen maar omdat ze komen kijken. En dan zeggen ze eigenlijk mag ik er nu weer af. <laughs> ja. Dus het is al terwijl de zaal leeg is, is het al intimiderend. En het is niet bedoeld om intimiderend te zijn, maar wel om je te helpen als je in zo'n echte situatie zit. Ja. Ja, dat je dat dan een keer ervaren hebt. Ja, en het ziet er, uh, mijn complimenten aan, uh, aan jullie... Je. het ziet er echt fantastisch professioneel uit. Ja. Ik kan me wel voorstellen, misschien is dat ook wel... Even voor voordat we naar jouw boek gaan... Ik ben, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Normaal gesproken als we oefenen... Ja, dan heb jij niet een theater ter beschikking. En heel ja. vaak pas bij een technische doorloop... Ja. vaak op de dag van het spreken... Ja. De, dan, dan sta je op een podium... en soms zit die technische doorloop er nog niet eens in... Hoe belangrijk is het dat je ook oefent in een omgeving die soortgelijk is aan de plek waar je uiteindelijk je presentatie of verhaal deelt? Ja, ik vind het heel, heel belangrijk en ik ik zou het liefst oefenen op de echte locatie, maar die is niet altijd beschikbaar. Hè? Nee. Want het is ook niet zo dat iedereen in een theater staat natuurlijk. Je hebt ook leiders die gewoon in hun bedrijf een presentatie geven of ergens anders, of een productmanager die op een beurs bijvoorbeeld iets moet presenteren of ja. een interview moet geven. Um, het is heel belangrijk omdat je het vaak al spannend genoeg vindt. Ook al ben je ervaren, het blijft toch spannend om met journalisten te praten. Het blijft toch spannend om voor een grote groep te staan. En als je dan ook nog eens in een nieuwe omgeving bent waar je niet aan gewend bent, hè, want al je zintuigen staan aan. Dus je, je hoort vreemde geluiden, je ziet andere mensen. Uh, ja, er gebeurt van alles om je heen. En het is fijn als je dat al een keer ervaren hebt. Hè. Als je een keer bij de radio komt, dat je al eens een keer ervaren hebt bij ons dan in dit geval. Van, oh ja, zo voelt dat en zo ziet het dat uit. Dan denk ik dat je beter uit je boodschap komt. Ik denk dat je beter uh, voorbereid bent. Ja. Dus ja, het is heel belangrijk. Dus daarmee ook, weet dus als je in uh, Eindhoven in de buurt bent. Uh, dat hier een prachtige locatie is om dat ook te doen. Altijd welkom voor een bekstekje koffie. Altijd welkom voor een bekje koffie, Zeker ze dan in Brabant. Ja, precies. Hey, en Serge, je bent, uh, we zitten nu in eind maart, meneer uh, dat we dit opnemen. En ik ja. heb hier nu in mijn handen vers van de pers. Ja, jij bent een van de eerste. Jouw boek. Waar laat ik mijn handen? Ja. Wat, hoe is het om, uh, om auteur te zijn sinds kort? Ja, dat is heel onwerkelijk. En, uh, dat, ik, had, uh, ik heb een paar dagen geleden voor het eerst mijn boek zelf in mijn handen gehouden. En toen stond ik naar dat boek te kijken en dacht oh ja, dit heb ik gemaakt. Um, cool of zo. Uh, het is heel raar. Uh, ik ben er heel trots en, uh, en tegelijkertijd dacht ik meteen dat ze dode eraan... Ja, ik zou dit boek kopen. <laughs> ik vind het een goed boek. Ja. Maar het is heel gek om, uh, om te beseffen dat, dat het mijn naam is die erop staat. En dat dus daar mensen ook iets gaan lezen wat ik uh, geschreven heb. Ja. Ja, dat is wel spannend. Wat, wat, waarom vind je het spannend? Nou, je, het is toch je kindje wat je, uh, uh, ja, wat je aan het grote publiek toont. Ja. En um, de, re, de reacties vooraf waren heel positief. Ik heb het door heel veel mensen laten lezen. Maar ik, ik vind het wel spannend uh, hoe, het gaat, uh, ja, hoe, hoe het boek zich gaat ontwikkelen. Hè? Of het een succes wordt ja of nee. En, en dan in termen van, gaan veel mensen het kopen of lezen. Hè? Want je kunt het uh, ook als e-book uh, gebruiken. En niet omdat ik daar nou per se rijk van wil worden. Dat gaat sowieso niet. Mensen, als je, mm -hmm. een boek, als je denkt, ik ga een boek schrijven, daar word ik rijk van. Af. <laughs> het gaat het niet worden? Nou, misschien als je uh, Harry Potter-achtige reeksen mm -hmm. schrijft, wel. Um, maar ik vind het vooral belangrijk dat mensen uh, beter leren presenteren. En niet zozeer. Uh, nou, wat ik bedoel is dat ze. Ik wil zo graag dat meer mensen impact hebben. Er zijn zoveel mensen met een grote bek. En slechte ideeën. Mm -hmm. die, die hoef ik niet te helpen. Maar er zijn heel veel mensen met goede ideeën. Mm -hmm. die moeite hebben om die boodschap over te brengen. En dat vind ik zonde. Want uh, ik werk onder andere voor TEDx in Eindhoven. Um, ik kom bij heel veel techbedrijven, ook bij start-ups, die mensen hebben fantastische ideeën, maar kunnen het soms niet overbrengen. En dat gun ik iedereen, dat je dat wel kan. Mm -hmm. En tegelijkertijd hoop ik te laten zien met het boek, dat presenteren altijd niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, als dat heel veel mensen het ook wel maken. Yeah. Ja, want dit is een heel praktisch boek hè, yeah. uh, de ondertitel is ook praktische antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over presenteren. Yeah. Wat heeft jou bewogen om dit boek te schrijven in de veelvoud van boeken die er ook al zijn over presenteren? Nou, dan moet ik toch ook weer even terug naar mijn collega Theo, mm -hmm. uh, auteur van boeken over storytelling. En die loopt al sinds 2012 aan mijn kop te zeuren: <laughs> wanneer ga je nou eens een boek schrijven? Mm -hmm. en, uh, en ik heb heel lang dat afgehouden. Ik ben best wel bescheiden en dacht van ja, wie zit er nou op te wachten? En ook wat jij zegt. Er zijn al superveel boeken over, uh, over presenteren. Um, maar het zaadje was wel ergens toch wel gepland. En uh, er waren ook steeds meer klanten die zeiden: van ja, leuk dat jij mij een PDFje stuurt met nog wat informatie. Maar de tips die jij in die training geeft, die staan er niet altijd in. Mm -hmm. um, en je, de anekdotes die je vertelt, staan er niet altijd in. Kun je, niet, ja, kan je dat op een andere manier gaan doen? Dus zo is langzaam maar zeker het idee ontstaan over, uh, over een boek. En, en eerst dacht ik heel groot: van... Uh, oh ja, er moet een boek worden over impact. En dan ga ik helemaal wetenschappelijk uitzoeken en zo. En toen dacht ik: ja, maar wacht even. Ik ben helemaal niet wetenschappelijk. Ik ben juist heel hands-on, heel praktisch. En ik. Uh, ja, dat, dat zie ik niet zitten. Dus mm -hmm. uiteindelijk is dit idee ontstaan om het heel praktisch te maken. En uh, dat is in een stroomversnelling gekomen. Omdat ik bij Theo was op zijn boekpresentatie een paar jaar geleden. De Low is... Starts nou. Ja. En daar sprak ik zijn uitgever. En uh, toen zei ik tegen die uitgever. Ja, ik ga ook een boek schrijven. Maar dan ga ik eerst schrijven en dan kom ik wel naar jou. En dan, uh, uh, ja, dan kan je er misschien iets mee doen of niet. Ja. En toen zei hij van nou, zo werken wij niet. Je, niet. <laughs> je kunt beter eerst een plan maken. Uh, met hoofdstukindeling en wat je, wat je, uh, voor wie het is. En dat soort zaken. En dan ga ik wel eens kijken of, het, of, of wij dat interessant vinden. En ik moet zeggen, hij was meteen enthousiast uh, door het concept. Ja. En het concept is dus: ik krijg je, uh, in de 15 jaar ervaring ja. die je inmiddels hebt als uh, 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 presentatiecoach en uh, communicatietrainer. Krijg ik doorgaans vragen en je bent gewoon Ik kan me haast voorstellen, ben je letterlijk hoe, hoe ben je hierbij gekomen? Dus ben je oh. aan turven, gewoon letterlijk nee, van wat vragen is, mensen ja, mij ja, nou? Dat is wel grappig. Als ik een workshop geef, dan of ik vraag het aan de mensen. Mm -hmm. Wat nou, en dat is ook wel een tip meteen voor iedereen die luistert. Als je wil weten wat je publiek nodig heeft, vraag eens aan ze. Als je maar één vraag zou mogen stellen, wat zou je dan willen weten? Ja. En uh, dat doe ik dus altijd als ik een workshop geef. En daar krijg ik heel veel antwoorden op. Soms laat ik mensen dat op een uh, A4'tje schrijven. En moeten ze een vliegtuigje vouwen en dat naar mij gooien. Omdat oh, ja. ze dan meteen uit een bepaalde werkmodus haal daarmee. En de vragen die hierin staan, ja, het zijn de vragen die heel vaak terugkomen. Ja. Uh, waar laat ik mijn handen? Het is niet voor niks dat die zo heet. Het is heel raar dat dat uh, een van de meest gestelde vragen is. Vind ik zelf. Maar goed, dat is wel iets waar mensen mee zitten. Maar ook ik vind het spannend. Uh, hoe, hou het hoe hou ik het boeiend voor iedereen? Al dat soort uh, vragen zitten erin. Mooi. Nou, en ik kijk er heel erg naar uit om uh, samen met jou en de luisteraar uh, ja, een heel praktisch, uh, een praktisch gesprek uh, te voeren. Want ja. we hebben ook veel gesprekken. Hè, we komen. De taal van de liefde special ja, is net. Uh, ja, ja, leuk. Ja, ja, dat vind ik heel leuk dat jij die uitstapjes maakt. En waarvoor ja. en, 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 dank. En dan gaat, het, hè, dan gaat het ook wat hoog over, zou je kunnen zeggen. Het wordt haast uh, wat, ook wat spiritueel. Ja. Uh, nou, ook fijn en belangrijk. Maar daarmee kijk ik er ook extra naar uit om nu ja, gewoon weer het heerlijk te hebben over het ambacht van, uh, van het spreken. Ja. Uh, maar misschien voordat we echt de inhoud van het boek induiken, vind ik het ook wel leuk om toch nog even een stapje terug te nemen yeah. en te kijken naar uh, ja, wat jou behelst heeft om uh, ook in dit vakgebied uh, terecht te komen en met zoveel passie uh, hiermee bezig te zijn. Dat is ook wel een leuk verhaal, want uh, uh, toen ik klaar was met de Havo wist ik echt helemaal niet wat ik wilde doen en uh, het wordt geen lang verhaal hoor, maar... Er was ziens. Er was ziens. Nee, nee, nee. Maar, uh, en toen, uh, toen werd ik bij de Albert Heijn. Toen dacht ik, oh ja, ik word bedrijfsleider bij de Albert Heijn. Dus ga ik detailhandelsschool doen. Dus okay. dat heb ik gedaan. Uh, en daarna werd mijn bedrijfsleider enorm in elkaar getrimd. Er was heel veel agressie in de winkel. En toen dacht ik, nou, dat ga ik dus niet doen. Maar wat ga ik dan wel doen. Uh, en toen vond ik reclames heel leuk. Mm -hmm. En uh, je had het net over spiritueel. Ik dacht, ik ga eens kijken... Wat past er bij. Ik wist het echt niet. Hè? Wat past bij mijn sterrenbeeld? En daar stond communicatieadviseur bij. <laughs> nou, Toen dacht ik, ik vind reclame leuk. Communicatieadviseur, laat ik me maar inschrijven. Op de HEO communicatie. Dus dat heb ik gedaan. Wert, mocht ik niet komen. Er waren twee opleidingen destijds, eentje in Utrecht en eentje in, in Eindhoven. En ik mocht niet komen omdat ik uitgeloot was. Oh. En ik wilde per se naar Eindhoven, omdat dat de best aangeschreven opleiding was. Dus toen ben ik een jaar bij Albij blijven werken niet in elkaar geslagen? nee nee nee, nee. want ik heb daar echt ik heb daar acht jaar als vakkenvuller en groenteman en weet ik veel wat gewerkt superleuk echt uh, denk ik nog steeds met heel veel plezier aan terug um, daarna ben ik naar de ho gegaan lang verhaal kort ik ben bij, uh, bij een bureau gestart als communicatieadviseur en in 2002 ben ik hier begonnen bij Bex en in die tijd uh, gaf ik uh, uh, steeds meer ook mediatraining omdat ik heel veel ervaring op Het had opgebouwd met, uh, met werken met journalisten en langzaam maar zeker is dat presenteren bijgekomen en dat komt ook omdat ik heel lang dansles heb gegeven. Okay. Stijldansen. dansen. Um, en dus werd, was ik gewend om met grote groepen te werken. Ik heb heel erg van mijn eerste dansleraar geleerd. om naar non-verbale communicatie te kijken. Mm -hmm. en zei, kijk eens naar dat paar wat daar danst. Die hebben ruzie. Of, okay. uh, die hebben het heel leuk samen. Ja. Of, dus je kon heel, hij heeft me heel erg geleerd. naar te kijken naar mensen. En dat neem ik nu nog steeds mee uh, in de trainingen. Wat kunnen wij leren van, uh, van dansers als spreker? Als spreker, oh, dat is een goede vraag. Um, dat het niet altijd om de inhoud gaat. Mm -hmm. uh, de inhoud is heel belangrijk. In dansen is techniek heel belangrijk, omdat je dan beter je dans kunt laten zien. Mm -hmm. Maar heel veel dansers uh, focussen zich volledig op de techniek. En ik vind dat wel een mooie parallel met mensen die spreken. Die focussen zich heel erg op de inhoud. En natuurlijk, inhoud vind ik ook heel belangrijk. Um, maar dat is niet alles. Je redt het niet alleen met inhoud. Net zo goed dat als je een danser bent, je het niet alleen op de techniek uh, gaat redden. En ook wel een beetje spreken voor eigen brochie, want mijn techniek als danser was nou niet super goed. Mm -hmm. Dat vond ik altijd wat minder interessant. Ik was meer van de performance en muzikaliteit. Dus mijn muzikaliteit, als je, als je kijkt naar mijn danscarrière, als je het zo zou mogen noemen, dan was ik een hele goede muzikale danser. En ja. dat vind ik ook wel weer een mooie vergelijking met, uh, met spreken. Ja, het heeft ook te maken met de toon van de muziek. Het heeft heel erg te maken met, uh, met de wijze waarop je spreekt. Ja, dus daarin zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, uh, dat een, als een danser en een spreker bij elkaar in een ruimte gezet worden, dan, dan zouden ze heel veel van elkaar kunnen leren. Ja, zeker. Ik gebruik, uh, ik geef nu steeds wel eens workshops in de danswereld. Um, en daar gebruik ik elementen van het presenteren ook bij. Ja, ja. Hoe, hoe doe je dat? Nou. Wat ik al zei, heel veel dansers die... Uh, oh, daar heb ik trouwens een hekel aan, dat zinnetje. Wat ik al zei. Dat zeg ik ook tegen mensen dat ze het nooit mogen zeggen. Want dat klinkt... Dat is ook een tip, mensen. Dat klinkt, klinkt alsof je hebt niet zitten opletten. Uh, yeah. Maar uh, uh, nou, ben ik van de, nou ben ik van de vraag af. De vraag was, uh, zet je die twee mensen... Of hoe, hoe, oh ja, doe, hoe doe ik dat? Ja, hoe doe je... Bedoel je dat? Hoe doe je dat? Ja, ik, ik had tegen jou al gezegd voor het interview... Ik ja. moet oppassen met mijn Brabantse tongval. Ja. Sorry mensen, dat was een glas tegen de microfoon. Kijk, dit is, dit is heerlijk hè. Dus dit is zo fijn aan gewoon een echt gesprek. Dat dit gepruttel er zo gewoon lekker in zit. Ja. Het was overigens in de voorbespreking hadden wij het erover. Dat ik tegen jou zei, ja ik edit niks. Nee. Dus dit is hier het levende bewijs van. En ik werd er alleen maar zenuwachtig van. Maar goed, dat, is, dat terzijde. Ben je middels ontspannen? Ja, ja, ja. Zeker. Heerlijk. Top. Um, wat ik dansers leer is um, ook vooral over wat wil je nou uitstralen? Wat wil je, wat wil je zeggen? En dat... dat dat zie je dus in hun lichaamstaal. Dat zie je ook in de emotie die ze uitstralen. En dat vraag ik dus ook ja. aan mensen die een interview geven. of mensen die op het podium staan. Wat is het gevoel dat je wil overbrengen? Mm -hmm. Want die inhoud is belangrijk. maar daar red je dus niet alleen mee. Dus daar komt meer bij kijken. En uh, ik laat ze ook op die manier naar zichzelf kijken. Doe ik wel eens een workshop. Uh, of doe ik een oefening. En dan geef ik ze opdrachten. Dat heb ik van een van uh, de non-verbaal coaches geleerd. waar ik mee werk. is dus misschien ook wel iets wat jij herkent. Uh, ik, laat, ik zeg dan tegen ze: Oké, okay, jullie zijn nu allemaal. Het Nederlands elftal, wat de finale heeft verloren, hoe ziet het eruit? Dan geeft ze verder geen opdracht. En je ziet ze allemaal ja, in een soort neerslachtige houding gaan staan. Yeah. Uh, jullie hebben nu gewonnen, nou, dan staan ze al met de handen omhoog. Um, jullie zijn niet allemaal zwervers, dat soort dingen. Um, en dan herken je dus van oh, wacht even, mijn lichaam, of ik zelf, weet eigenlijk al heel veel over hoe dat eruit ziet. Yeah. En als je dat bewust gaat inzetten, of in je dans... Kijk, ja, je gaat niet als zwerfdansen, maar als je voor jezelf je voorneemt... Oké, okay, ik moet nu een vrolijke, iets vrolijks uitstralen. Want sommige dansen zijn, hebben een vrolijke beat. Mm -hmm. moet je ook laten zien. Sommige dansen zijn heel romantisch, sommige zijn wat strenger. Als je dat gevoel meeneemt, dan heb je ineens een heel andere dans ja, voor je. Het is eigenlijk heel mooi, je koppelt uh, de, de fa het fa het fantasie, het, het beeldend vermogen... van ja. iemand koppel je aan, aan het lichaam. En dan, ja. dan realiseer je dat we eigenlijk allemaal alle soort lichaamsbewustzijn hebben... Ja. Alleen als we ons spot zeggen van nee, hey, doe eens iets, dan, dan, dan zetten we in ons hoofd. Ja. Maar als, als je het fantasie weet te prikkelen, dan, ja. dan komt die beweging haast vanzelf. Ja, en daar komt dan iets Nederlands bij en misschien ook nog wel iets Brabants. Uh, um, ik hoor heel vaak mensen zeggen: ja, maar zo ben ik gewoon hè. Ik ga geen toneel spelen. Ja. Of in het Nederlands: ik ga geen toneel spelen. Ik wil wel authentiek blijven. Ja. En dan vraag ik altijd: ja, wat is authentiek dan? Ja. En uh, dan kijken ze me altijd een beetje glazig aan, ja, gewoon zoals ik ben. <laughs> ik zeg ja, maar jij hebt meerdere versies uh, van jezelf. Ja. Dus uh, je bent een leider, uh, je bent een vader of een, uh, een moeder. Uh, welke versie van jezelf heb je nu nodig? En dat heeft wel te maken met wat ik net vertelde. Als je je dat realiseert, welke versie van mezelf moet ik vooraanzetten En die gebruikt om je verhaal te vertellen. Ben je nog steeds jezelf, maar wel met meer intentie. Mooi. Ja, dit vind ik wel. Dit resoneert wel. Daar waar je dus. Je, je, je voortdurend je gedrag al aanpast. Je groet je kinderen. Zocht ja. anders dan je collega. Ja. Uh, dus, dus welke staat of welke rol uh, is nu, moet nu de dominante rol ja. zijn? En dat, daar komt dus een fysieke gesteldheid bij. Ja, een extreem voorbeeld daarvan. die dat heel erg ver doorgevoerd heeft. is Beyoncé. Zij heeft een alter ego ontwikkeld, Sasha Fierce. Beyoncé is van oorsprong niet een dame die rauwe teksten zingt. met de borst en de billen schudt. en een podiumbeest is. Als je hele vroege beelden van haar ziet, zie je dat het gewoon een hele bedeesde jonge dame is. Mm -hmm. Maar zij had wel, blijkbaar, of samen met haar manager, ik weet niet wie het verzonnen heeft... een soort besef van, ja, maar daar ga ik het niet mee redden. Ik moet iets meer doen dan alleen maar uh, mooi kunnen zingen. En zij heeft Sasha Fierce ontwikkeld. En het, zit, het geheim zit natuurlijk in die achternaam Fierce. Dat is dat felle en dat rauwe wat we van haar zien... Uh, en inmiddels heeft ze daar volgens mij afscheid van genomen. Omdat ze het niet meer nodig heeft. Zij wordt nu, ze, ze is nu letterlijk Sasha Fierce als het podium opgaat. Mm -hmm. Of je zou kunnen zeggen Beyoncé en Sasha Fierce zijn versmolten. Uh, maar, en het mooie van het hele concept vind ik. dat het, Zij is nog steeds Beyoncé. Mm -hmm. Maar ze heeft bepaalde elementen uit zichzelf. Heeft ze versterkt. En dat vind ik heel mooi. Het is wel grappig. Het al meteen heel interessant wat nu allemaal omhoog komt. We waren bij het dansen. Hè? Dus ja. we komen zo meteen ook weer terug bij nou, jouw reis. is heel goed. Uh, dat ik, dat, uh, jij zegt dat. En ik realiseer me dat meerdere artiesten uh, alter ego's hebben ontwikkeld. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan een rapper als Eminem. Ja. Die Slim Shady bedacht. Ja. Uh, uh, ook het alter ego van Marshall Mathers. Die, ja. hoe, die, hoe hij eigenlijk heet. En, en hoe langer ik erover nadenk hoe meer artiesten ik ken... Jim Carrey, die op een gegeven moment letterlijk weg moest van het acteren. Omdat ja. hij zich zo vereenzelvigde met, 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 met zo'n personage. Ja. Dat hij eigenlijk in een zwart gat viel na het spelen van die rol. Omdat ja. hij geen flauw idee meer heeft, had. Wie is Jim Carrey eigenlijk ja, als persoon? En dat is een heel mooi boek. Dat heet, uh, dat heet ook Alter Ego. Dat is volgens mij vorig jaar verschenen. En daar staat ook een voorbeeld in. De man die het geschreven heeft, ik heb even niet zijn naam praat Maar die heeft, een, uh, die heeft heel veel mensen geholpen met dit. En hij geeft een voorbeeld van een toptennisser, een, top een mm -hmm. dame, die hij heeft geholpen. En die dame die heeft uh, als persoon een heel uh, zeg je dat, eerlijk wereldbeeld. Dus wat er gebeurde op het moment dat zij aan uh, een tennisser waren, uh, zolang, zij niet, zolang ze achterstond of gelijk stond, was niks aan de hand. Maar zodra zij ging winnen, vond ze het zielig voor de ander. Mm. Dat is niet heel handig hè? als je uh, nee. toptennisser <laughs> nee, top bent. Dus ze hebben met haar, uh, heeft hij met haar een, een traject doorlopen. Uh, en het is nu veel simpler, ik leg het nu veel simpeler uit dan het in werkelijkheid is, het kost wel even. Maar zij is nu een killing machine op de baan. En zodra zij de tennisbaan opstapt, verandert zij in dat personage. Een ja. personage is misschien ook geen goed woord. Verandert zij in die versie van zichzelf. Exact. Want het is wel een versie van zichzelf. En dan gaat ze voor de kill. Ja. En dat heeft haar heel erg geholpen in haar carrière. Maar zodra ze de baan afstapt, is ze weer gewoon die persoon met dat eerlijke wereldbeeld. Mooi. Dus dat is heel tof. Ja, dus dit, dit, dit resoneert bij de luisteraar ook. Dat je dus gewoon het feit dat je een versie van jezelf bent op het podium, ja. is het logisch dat dat een andere versie is dan dat je daarna ja. bent, wanneer je uh, aan het lunchje bent of ja. gewoon in de auto weer zitten terug naar huis. Zeker. En als je als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, als je voor de meeste mensen geldt, als je echt jezelf bent op het podium, mm -hmm. ga je dood. In die zin dat de meeste mensen vinden het super spannend vinden. Ja. Dus als je echt jezelf laat zien daar op het podium. Ja, dan staat er een stotterende, hakkelende uh, iemand die het heel spannend vindt. En ik kan je vertellen, dat is voor het publiek echt niet heel fijn om naar te kijken. Nee. En ben je ervan overtuigd dat dat voor iedereen zo is? Wat? Dat dat dus ook uh, sprekers nog steeds zenuwen voelen. Op, voordat denk, ze opkomen? Uh, ik denk dat ze. ja, dat wel. Denk ik dat ze. dat ze gezonde spanning hebben. Maar ja. die hebben dat omarmd. en die vinden het heel erg. Leuk uh, om, om, dat, om dat vak te doen, natuurlijk. Dat is overigens ook wel iets wat ik schrijf in, in mijn boek. De, de grap is natuurlijk dat de sensaties die wij voelen, als we het spannend vinden, dat zijn dezelfde sensaties, min of meer, die je voelt als je, als je, als je, als je verliefd bent. Of als je, je hart gaat sneller, je gaat blozen. Uh, soms kom je niet goed uit je woorden. Alleen dan labelen we het als heel fijn. Yeah. En in zo'n situatie op het podium dan labelen we het als heel spannend. Yeah. En er is een Amerikaan die heeft onderzoek gedaan. En die zei: als je tegen jezelf zegt, niet van je kan het kan je. Want dat werkt niet hè, want het stemmetje in je hoofd gaat dan meteen zeggen echt niet. Mm -hmm. Maar als je tegen jezelf zegt, I'm excited. En ik ben daar nog op zoek naar een Nederlandse versie, een goede Nederlandse versie voor. Dan ja, want opgewonden. Uh, ja, dat is niet een hele fijne associatie. Misschien. Voel jij je? Ik ben heel opgewonden. Ik ben heel opgewonden. Ja. Uh, stel je voor dat je publiek naakt is. Die combinatie is allemaal niet zo fijn, denk ik. <laughs> um, ook een slechte tip trouwens, maar ze nooit doen. Um, <lacht> ja, <lacht> dat zeggen Sommige trends nog steeds. Oh, ja, ik waar. Ja, dat is heel eng. Um, hoe kwamen we hier nou op? Oh, ja. Dus als je tegen jezelf zegt, het... Uh, dat doet iets met je, want je labelt je emoties anders. Ja. En, uh, ik heb die tip echt al een aantal keren ook gebruikt in trainingen. En ik krijg bijna altijd van mensen terug dat ze zeggen: ja, die werkt dus echt. Mm. Ja, en die herken ik ook als we sprekers in Nederland, als Remco Klaassen uh, en andere sprekers interviewen. Die zeggen ook: van joh, ik ben nog steeds gespannen. Op een ja. bepaalde manier, maar ik zie dat ook als een noodzakelijk iets ja. om in de juiste toestand te komen. Remco zegt volgens mij letterlijk op, op de dag dat ik op het podium sta en totaal geen spanning meer voel, dan moet ik gewoon stoppen met mijn werk, ja. want dan wordt het dus een, echt een automatische piloot ja. en dan ja, heb ik ook niet meer de focus om, om echt een verbinding te maken. Ja, met en ik ben uh, daarmee eens. Ik ben daar absoluut mee ja. eens. En, uh, en wat ik net zei, is misschien overdreven, maar toch de meeste mensen vinden het, uh, kijk, Remco zegt de podiumbeest en zo zijn er ook. Uh, leiders en, en, en mensen die hier komen, die dat gewoon van nature ook al meer hebben, hè, die dat ook gewoon heel leuk vinden. Ja. Uh, dus die hebben, daar, die hebben wel spanning, maar meer van: oh zal het goed gaan? En dat is een hele andere spanning dan van: oh mag ik hier zo snel mogelijk voor die groep weg? Ja, ja want jij schrijft ook, en er is één vraag in je boek, dat gaat over introverte sprekers. Ja. Uh, de, 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 ben je van mening dat, of je nou introvert of extrovert bent, dat iedere persoon het vermogen heeft ja. om uh, impact te maken? Ja, zeker. Uh, ik denk zelfs dat sommige introverte mensen, of nou heel vaak introverte mensen, betere sprekers zijn. Want? Omdat introverte mensen, die krijgen, kijk het nadeel van introverte mensen is, ze krijgen geen energie van voor de groep staan. Mm -hmm. Waar ze energie van krijgen, waar ze energie op doen, is als ze in hun eentje, uh, en ik stel het even heel zwart-wit, maar ja. in hun eentje kunnen werken, uh, daar goed over na kunnen denken. Dus de inhoud van die mensen, wat zij maken, wat ze opleveren qua presentatie, is vaak supergoed. Maar dan komt de ellende. Want dan moet je dus voor een groep gaan staan. En het dan overbrengen. En de, de beginnersfout die ik als trainer heb gemaakt in het begin. Ik ben wel extravert. Is dat ik die mensen dan extraverte tips ging geven. Nee, joh, dat kan je wel. Kom op. Je moet er gewoon gaan staan. En, oh ja. en dan gaan die mensen. Dat werkt helemaal niet bij die mensen. Uh, dus je moet die mensen vooral zoveel mogelijk op, een, op hun eigen manier het verhaal laten vertellen. En dat is wel wat ik, uh, uh, wat ik ben gaan doen. En ik heb daar een tip uit ontwikkeld. Die eigenlijk voor iedereen heel goed werkt. Namelijk. Maak gewoon gesprekjes, één op één met iedereen in de zaal. En ik merk dat bij introverte mensen, als ze dat systeem eenmaal te pakken hebben, hè, mm -hmm. dat je niet voor een hele grote groep staat, maar mm -hmm. dat je je pakt steeds iemand uit het publiek, daar praat je voor vijf, zes seconden tegen, of tien hooguit. En dan ga je door naar iemand anders. Mm -hmm. dat, je, dat het op die manier kleine gesprekjes lijken. En dan gaat het makkelijker. Yeah. Dus ik denk uh, het voordeel van een extrovert iemand is die zegt. Oh ja joh, doe ik wel. En die springt het podium op. En ook al is daar geen goed verhaal onder, die redt zich wel, min of meer. Um, daar zit een heel groot gevaar in. Omdat, omdat die mentaliteit van, oh ja, ik red me wel, er ook vaak voor zorgt. Dat de talk niet zo heel goed is, of dat de presentatie net even niet goed is. Of als die wel goed is, dat die nog veel beter had kunnen zijn. Ja. Um, en introverte mensen die, uh, ja, die hebben dus dat nadeel dat ze niet heel veel energie ervan krijgen, maar vaak inhoudelijk een heel goed verhaal vertellen. Ja. En Brené Brown is daar een heel mooi voorbeeld van. Die uh, auteur van, uh, hoe heet het boek? Um, de, de leiderschap, uh, wat was een oude. Uh, ah, ik heb het de, ook de in de mijn kracht hand. Van kwetsbaarheid. Kracht van kwetsbaarheid. Ja. Als je haar ted talks ziet, ja, die zijn hartstikke goed. Ja. En ook zij vindt het niet heel leuk om daar te staan. Nee. nee. Mooi. Ja. Hey, we waren bij jouw persoonlijke reis. Oh ja. En uh, jij vertelde dat je dus van, vanwege je sterrenbeeld dacht: ik moet iets met communicatie gaan doen. Ja. Daar ging je mee in de slag. En tegelijkertijd werkte je als dansleraar. Ja. En, en, en hoe is, uh, Als we daarom weer oppakken? Ja. Uh, nou ja. En dat was ook in de tijd dat ik hier begon. Uh, we communicatie... Is een heel goed gerenommeerd communicatiebureau in Nederland. Bestaat al ruim 30 jaar. Dus toen ik hier kwam, dacht ik van hmm, ben benieuwd wat ze met mij willen, want mm -hmm. dit zijn allemaal hele goede mensen. Um, en hier ging ik dus meer mediatrainingen doen. Daar ben ik mee begonnen. Daar kwamen presentatietrainingen bij. En ik schaam me echt best wel een beetje als ik terugkijk naar die presentatietraining. Met alles wat ik nu weet, denk ik van hmm, oké. Okay. Uh, ik heb mensen wel geholpen, maar dat had veel beter gekund. Mm -hmm. uh, maar goed, alles moet je leren. En daarna kwam Theo bij ons werken met storytelling. Dus dat werd ook meegenomen. Zijn we heel veel trainingen storytelling gaan geven. En in 2013 uh, was ik in Legoland. Ik ben enorm fan van Lego mensen. Uh, dat heb ik een tijdje uh, niet meer gedaan natuurlijk. Hè, want na je tienerjaren dan is dat niet meer zo cool. Maar inmiddels uh, ben ik weer volop uh, in swing als het gaat over Lego. Ja, en, wij hebben uh, elkaar volgens mij ooit één keer geappt zelfs. Ja. Dat jij iets voorbij zag komen van... Oh, je bent ook gewoon een Lego-nerd. Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Precies. En, um, en ik, het was dus een wens van mij om naar Legoland te gaan. En mijn zoon was oud genoeg. En mijn vrouw vond het ook superleuk. Dus mm -hmm. we zijn daar naartoe gegaan. En ik was een boek aan het lezen. S'avonds. En het heet Resonate. Van Nancy Duarte. En Nancy is een, een coach in Amerika. Hij heeft een groot bureau. Ja. Uh, maakt presentaties, fantastisch. En dat boek gaat over allerlei speeches uit de, uit, uh, uit de historie van, uh, van de mensheid. En die heeft zij bijna tot op de seconde geanalyseerd. En ik was het boek aan het lezen en het was alsof ik werd getroffen door de bliksem. Ik kan het echt niet anders omschrijven. Mm -hmm. uh, van, dit moet jij gaan doen. Jij moet mensen gaan helpen met het verhaal vertellen. En toen kwam ik terug bij Bex en mijn leidinggevende destijds, die zei: Jij zit niet zo lekker in je vellen. Ik zeg, nee, niet helemaal, want ik ben eigenlijk al een beetje klaar met uh, communicatieadviseur zijn. Ik zou liever meer gaan trainen. Toen zei: hij, "Nou, dan ga je dat toch doen?" Zei: "Ja, tuurlijk." En nou komt al het uh, werk op mij af of zo. Hoe zie je dat voor je? Ja. Hij zei: "Ja, we hebben toch een trainingstak al. Dacht, daar kan je toch meer werk gaan doen." Ik zei: "Ja, maar ik moet ook gewoon adviseurswerk doen." Hij zei: "Ja, precies." En dat is nou de deal die ik je voorstel. Als jij zorgt dat je zoveel trainingswerk hebt dat je geen adviseurswerk meer kunt doen, vind ik het prima dat jij gaat trainen. Hm. En um, binnen een jaar ging toen degene weg die verantwoordelijk was... Voor, uh, voor alles wat met trainingen te maken had bij ons. En toen werd er nog even heel voorzichtig bij mij gepolst. Hé, hey, dit is toch iets voor jou, hè? Ik zei, ja, graag. En sindsdien uh, mag ik dit hier uh, doen. Dus ben ik leiding, geef ik leiding aan uh, ons trainersteam bedenk ik nieuwe trainingen, uh, doe ik marketing reclame, ja, dus het is dus een soort mini bedrijfje ja. binnen Bex. En wat heel fijn is, is dat we dat we heel veel kruisbestuiving hebben. Dus de mensen bijvoorbeeld die in ons crisisteam zitten, die allerlei bedrijven helpen met crisiscommunicatie, die hebben vaak onze trainers nodig. En uh, onze trainers kunnen vaak mensen weer op wijzen van, hey, maar jullie hebben dit probleem. Dat is wel een crisiscommunicatieprobleem. Ja. Weet dat wij goede mensen hebben die jullie daar eventueel bij kunnen helpen. En niet dat onze uh, 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 trainingen zijn om ander werk binnen te halen. Maar ja, in de pauzes komen heel vaak dingen ter sprake... waar we mensen mee kunnen helpen. Dus dat is een mooie combinatie. Ja, En ik kan me ook goed voorstellen dat het ook wel een verschil... ten opzichte van dat je een ZZP-trainer ja. bent... die gespecialiseerd is in presentatietrainingen. Ja. Dat met die verschillende facetten... Uh, communicatie, storytelling, uh, non-verbaal... Ja. Uh, dat, dat dat heel fijn is, dat ja. je kan klankborden met elkaar. Ja, zeker dat. En, uh, en we hebben ook een, een ring aan freelancers om ons heen... Um, ja, die, die mij helpen. Stemcoaches, uh, mensen uit het theater hebben een aantal. Uh, zelfs een, uh, een psychotherapeut. Die hebben we okay. heel vaak nodig bij, uh, bij presentaties. Uh, alhoewel, we hebben ook trainingen gegeven aan mensen die uh, aan asielzoekers moesten uitleggen dat ze het land uitgezet uh, mm. zouden worden. Daar komen natuurlijk allerlei emoties bij kijken. Dus zelfs ja. dat soort mensen hebben we om ons heen. Um, ja, en dat, daar leer ik zelf ook heel veel van. Dus heel veel kennis die in het boek staat, komt ook van die mensen. Mooi. En als we dan dat moment in Legoland, dat jij je zegt alsof ik door de lik, bliksem werd getroffen. Ja. Uh, nu doe je dit werk inmiddels een aantal jaar na. In 2013 ja. was je in Legoland, dus dat is nu zeven uh, jaar. Ja, dat ik het fulltime... Dat echt, je het fulltime ja. doet. Nog steeds de juiste keuze. Ja man, ik heb helemaal geen ja. werk. Ik heb gewoon een hobby erbij. <laughs> Mooi man. Ja, ja, dat is wat, 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 Als je dat dan destilleert, hè, wat is dat dan? Wat, wat, wat maakt gekoppeld aan jouw missie? Ik weet niet of je een missie hebt. Ja, maar, zeker. ik wil ja. dat mensen gezien worden. Ja. Dus jij wilt? Ik wil dat mensen gezien worden. Oké. Okay. Um, en dat heeft te maken met wat ik straks vertelde: hè, dat er heel veel mensen zijn met goede ideeën. en die worden niet gezien. En als je niet gezien wordt, wordt of zij worden misschien wel gezien, maar hun idee wordt niet gezien. Mm -hmm. En dan wordt het idee nooit werkelijkheid. Dat vind ik zonde. Want mm -hmm. er zijn gewoon ontzettend veel mensen met supergoeie ideeën. En te veel mensen met niet zo goede ideeën. die in staat zijn om hele mensen, hele bevolkingsgroepen te mobiliseren. Dat vind ik jammer. Ja. Nou laten die mensen die, daar, uh, die zich nu gehoord voelen. Uh, laten we die helpen om ook gezien te worden. Ja? En uh, nou ja, 25 praktische vragen. En, en laten we meteen ja, de, de titelvraag uh, <laughs> ja. pakken wat mij betreft. Ja, dat is goed. Uh, waar laat ik mijn handen? Dit is, deze vraag krijg je dus heel erg vaak in Dit jouw trainingen. Dit is denk ik de uh, op 1 na meest gestelde vraag, ja. Wauw. En ik vond hem leuker als titel dan uh, hoe hou ik mijn presentatie boeiend. Dus uh, nou, vandaar deze vraag. Ja, die krijg ik heel vaak. Wat heel raar is, Want? vind ik. Nou, wij zitten nu een tijdje met elkaar te praten. Let jij nu op je handen? Nee. Nee, ik ook niet. En, uh, en toch zie ik als mensen dan uh, voor de groep staan, dan zie ik hele rare dingen gebeuren. Uh, dan zie ik uh, mensen met hun duimen in hun broekzakken, een soort country line dance. <laughs> ik zie mensen die in de volksliedhouding staan, hè, handen op de rug. Ik zie mensen die in een uh, vrije traphouding staan, handen voor de kruis. Ik zie uh, mensen die uh, uh, iets in hun handen willen hebben wat helemaal niet per se functioneel is, een pen bijvoorbeeld, hè? Ze ja. lekker mee klikken. Ja. Uh, wat zie ik nog meer? Uh, mensen arm over elkaar, want het staat zo lekker. Ja. Ja, en toch is het zonde. Uh, en daar heb ik ook wel eens discussies mee. Mensen zeggen dan: het staat toch lekker? Het is toch helemaal niet storend. Ja, het kan wel lekker staan, maar het komt heel gesloten over. Mm -hmm. En wat ik het allerjammerste vind is dat je dan niet de, de, de extra capaciteit gebruikt die je hebt. Want als je met je handen praat, ja, dan ondersteun je je boodschap gewoon supergoed. Kijk, en, en van Remco uh, Klaas heb ik bijvoorbeeld weer geleerd dat je nog veel meer kunt doen met je handen hè, op, op het podium. En ook ja. dat, uh, dat weet Remco, dat staat in het boek, hè, dat heb ik van hem geleend. Uh, dus je kunt, als je een stapje verder bent, kun je daar nog een extra dimensie aan toevoegen. Maar ja. laten we maar eens beginnen met iedereen zich bewust te maken dat het niet zo ingewikkeld is wat je met je handen moet doen. Uh, zorg dat je ze voor je houdt, alsof je een, ik zeg altijd alsof je een kuikentje vast hebt. Want als je dat niet hebt, dan ga je heel hard knijpen. En dan is het kuikertje dood. Hè? Dus uh, zorg dat je ze voor je hebt en ze gaan vanzelf praten. Laat, laat, zorg dat ze kunnen praten. Dat is de basisregel. En wat je dan ook krijgt, is soms reacties van ja, maar ik doe te veel met mijn handen. Ik ben te druk. Mensen zeggen altijd: doe eens wat minder met je handen. Mm. En dankzij uh, Willemijn Smeets, een, een coach waar ik mee werk, ben ik achtergekomen dat dat helemaal niet in de handen zit, dat zit in het voetenwerk. Dus mensen die te druk zijn met hun handen, dat zijn vaak mensen die ook heel uh, uh, dribbelig op het podium staan. Mm -hmm. En die combinatie van vaak een hoge spreeksnelheid, handen en dat gedribbel, dat zorgt ervoor dat je heel druk overkomt. Mm -hmm. Als je mensen stilzet, op twee voeten zet en je vervolgens gewoon met hun handen laat praten, is heel die druk te weg. Mm -hmm. Dus voor iedereen die luistert, als je ooit te horen krijgt, je bent te druk met je handen, check je voeten. Ja. En, en, wat is, en het effect, dus, op het moment dat je aan het dribbelen bent en een beetje op en neer, het, wat is het effect bij het publiek als je ja. dat doet? Ik, uh, in mijn training doe ik het heel letterlijk. Dus dan doe ik het zelf voor, dan ga ik het heel de hele tijd terwijl ik ze uitleg, sta ik te dribbelen. In de weer, stap je naar voren, naar achteren, van ja. links naar rechts. En dan zeg ik, wat vind je hiervan? Dan zeg ik, ja, ik, ik zou bijna willen vragen of je een andere trainer kunt sturen. Ik zeg, ja, dat snap ik. <laughs> Zo irritant is het eigenlijk. Ja, je komt, ja, en het heeft nog een ander effect. Je komt heel wiebelig over. En non-verbale communicatie mag je letterlijk nemen. Dus je komt... Uh, ja, je wiebelt. Dus je bent minder betrouwbaar, zou je kunnen zeggen. Dat hoeft niet zo... Dat is waarschijnlijk niet zo, maar zo kom je wel over. Hm. Dan heb je natuurlijk ook nog een categorie mensen... die gewoon moeten bewegen. Die heel bewegelijk zijn op het podium. En uh, die kun je niet vastzetten. Ik heb dat echt geprobeerd. Maar dat hoort gewoon zo bij die mensen. En daar draai ik het om. Dan zeg ja. ik, op het moment dat jij iets superbelangrijks vertelt... Sta dan stil. Ga je dan stilstaan. Ja. Want dan maak je ook impact. Ja. Dus als wil dat mensen dat onthouden, dan ga je stilstaan. En dan, dan heb je hetzelfde effect. Ja. Ik, ik behoorde tot die laatste groep. Ja, ik ook denk ik wel. Maar ik probeer er wel wat meer op te letten nu. Dat ik echt stevig sta. En dat helpt wel. Ja. Dus waar laat ik mijn handen? Voor je, niet naast je. Hè. Vroeger zei ik, laat je handen maar naast je hangen. Yeah. Uh, totdat ik in een boek uh, twee silhouetten zag van mensen. Eén silhouet van iemand die zijn handen naast zich liet hangen. En een, uh, iemand die de handen hield zoals ik het net vertelde, dus voor je. En dan kom je toch krachtiger over als je die laatste houding kiest, als je mm. die handen voor je houdt. En vanuit daar gaat praten. Mm. Dus dat is, want ik, 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 ik hoorde laatst ook weer dat ja, zeg maar, echt de vrije houding, dus de armen langs je lijf, dat is, voelt het meest eng, want ja, je bent letterlijk heel kwetsbaar, heel kwetsbaar op dat moment. Ja. Maar juist het, het vermogen hebben om dat te kunnen doen en tegelijkertijd te ontspannen, is dus superkrachtig. Ja. Uh, uh, maar uiteindelijk is het dus als je je handen toch een beetje naar voren beweegt... Ja. Kracht, nog krachtiger. Ja, qua silhouet kom je dan krachtiger over. Okay. Ja. En dat is wel mooi om, uh, om, om te zien. Ja, dat werkt prima. Want ja. vanuit die houding ga je namelijk ook heel makkelijk praten. Ja, en dat is dus uiteindelijk het doel. De handen moeten vrij zijn om mee... Ja, en ik doe dat nu. Hè. Ik ben er nu even ja. bewust van. En ik denk, oh ja, hier ga ik weer. Dus we moeten ja. mee bewegen. Ik zie dat mijn handen een soort draaiende beweging ja. maken. Zodat ze precies datgene doen... Wat je wilt. Dat ze... Ja, En het mooie is, onze handen konden al praten voordat wij vokaal konden praten. Weet je, uh, ik weet niet hoe wij dat vroeger deden toen we nog in, uh, uh, in holen woonden. Zeg maar, hè? Ja. Uh, hoe we de... maar dat was met handgebaren. Dus ja. dat zit zo in ons systeem. Niemand denkt echt na over zijn handen of haar handen als je met elkaar spreekt. Ik ben er, en ook zelfs de meest introverte mensen praten ook met hun handen. Alleen wat minder uitbundig, maar dat is prima. Ja. Je, je hoeft niet allemaal een, uh, een soort clown op het podium te zijn... die van alles doet met zijn of haar handen. Als je, mijn, mijn overtuiging is, als je zorgt dat je handen vrij zijn... kies je, je lijf vanzelf wel of je handen kiezen vanzelf wel... Uh, wat daar het beste bij past. Ja. En dat is mooi om te zien. En verder niet nadenken over die handen. Ja, simpeler kan ik het niet maken. Mooi, dankjewel. Voor dit advies. En we hebben, er nog, we hebben, nog, we hebben nog een aantal adviezen ja, te geven, zelfs. Zeker. Um, ik heb geleerd van Jan van Z dat het af en toe dan e even een soort pauze moeten laten vallen. Dus uh, mocht je hier nu al denken, nou, ik, uh, ik kan hier wel mee overweg. Ik ga gewoon eens even oefenen. Ja. Voel je vrij deze podcast op pauze te drukken, uh, dat te gaan doen en dan gewoon terug te komen op het moment dat je behoefte hebt naar meer? Ja, dus we hebben nu even een pauze. Nou, welkom terug. Nou, allemaal. Ja. Fijn. Serge, nog steeds tegenover mij. Ja. Hey, van die 25 vragen, wat is eigenlijk jouw lievelingsvraag? Ja, ik vind die handen toch ook wel heel erg leuk. Ja. Uh, oh, wat is mijn lievelingsvraag? Dat is een goede vraag. Um, wat ik een leuke. Ja, wat ik een leuke vraag vind is. Um, hoe je. hoe je je publiek beter kunt aanspreken. Mm -hmm. Omdat ik. Um, Gemerkt hebt dat je niet kunt zeggen: Oh, vandaag spreek ik allemaal voor artsen en die zijn allemaal zo, of vandaag spreek ik allemaal voor um, uh, commerciële uh, mensen en die zijn allemaal uh, zo. En vaak wordt het wel gedaan hè, dat je zegt: Oh ja, ik heb vandaag wel uh, allemaal uh, notarissen, dus dat is allemaal uh, hyperintelligent, intelligent um, Ratio publiek, ja, nou, is de kans dat je ratio mensen tegenkomt in de notariswereld of in de technische wereld natuurlijk super groot. Maar ik heb ontdekt dat er, uh, je hebt eigenlijk drie typen mensen in je publiek zitten En dat vind ik wel leuk, want daar ga ik op in, in, uh, in het boek. En dit is dan een verbale cliffhanger. een dus <laughs> <laughs> verbale cliffhanger. Nee, <laughs> en dat herken ik heel erg. Dus, dus we zijn inmiddels luisteraars die, die al meer afleveringen hebben gehoord. die weten dat ja, stem je verhaal af op het publiek. Ja. Maar dan de valkuil, hoor ik jou zeggen, is dat we uh, nadenken over hey, wat voor beroepsgroep zit ja. er in mijn zaal. En dat dat het dan is. Ja. En dat we zeggen, nou, nou, precies wat je zegt, accountants, dan wordt het een zakelijk verhaal. Op het moment dat, dat er een zorggroep zit, dan gaan we meer op de gevoelskant zitten. Ja. Punt. Ja. En dat doe je dus jezelf en je, mensen, je publiek mee tekort. kort. Ja, zeker. En daar heb ik wel een mooie anekdote bij. Want uh, ik heb een aantal jaar geleden uh, kwam iemand bij mij en die zei: Serge, uh, ik geef al 15 jaar een nieuwjaarspeech. En eigenlijk al 15 jaar worden mijn mensen daar niet heel enthousiast van. Moest ik wel grinniken, en dacht ik in mijn hoofd: had je misschien toch eerder moeten komen? Ja. Uh, maar dat terzijde. Uh, dus toen ben ik met haar een publieksanalyse gaan doen. En uh, daar kwam wel iets leuks uit. En die publieksanalyse die gaat als volgt. Je hebt in je elk publiek, eigenlijk in elk mens zit dat, mm -hmm. heb je uh, iemand die is ratio. Dus die wil antwoord op de vraag: klopt dit? Die mensen herken je ook meteen, want die zeggen in een, in, in, bij een presentatie: ja, wacht even. Op sheet 4 zei je dit. En nou zijn we bij sheet 16, en dan zeg je dat, dat klopt niet met elkaar. Hè? Hoe zit dat? Of uh, als je zegt: um, Ja, onderzoek wees uit. Dat zeg ik best vaak. En dan zegt zo iemand tegen mij: Ja, ja welk onderzoek dan? Ja. Dat is prima. Die mensen uh, die willen gewoon weten: klopt dit? Daarnaast heb je de emotionele mensen. Dat zijn niet de mensen die meteen beginnen te huilen of zo, maar dat zijn mensen die je ja, daar een gevoel afgaan. Hè? Uh, en die willen vooral antwoord op de vraag: Voelt dit goed? Ja. Nou, je kan je voorstellen dat die ratio en die emotiemensen, als die, uh, als die naar elkaars presentatie kijken, dat daar soms wel wat vuurrijk ontstaat. Ja. Want de ratio, iemand die kan bijvoorbeeld een business case gemaakt hebben, die klopt van voor tot achter. En dan zegt, uh, zegt zo'n gevoelsmens, uh, dat klinkt negatief. Zegt zo'n emotiepersoon, uh, nou, dat klinkt nog steeds negatief, maar dan maak je iemand die voor emotie gedreven is, dat is beter. Die zegt dan: Ja, ja het, kan, het zal allemaal wel kloppen, maar het voelt niet goed. Dus we gaan het niet doen. Ja. Nou, dan ontploft zo'n ratio. Ja. Van, hé, wat dan? Uh, dus ja, daar, daar zit soms wat spanning tussen. Maar je hebt ook nog de derde groep, dat zijn de doeners. En die willen gewoon heel simpel antwoord op wat kan ik ermee. Nou, bij deze dame kwam ik erachter, als je die, drie, uh, die, drie, uh, die analyse maakt met, met die drie uitgangspunten: dat haar publiek vooral zat voor 80% in de, in de emotionele hoek, voor 15% in die, uh, die doenershoek en 5% ratio. Uh -huh. En toen vroeg ik aan haar, en dat was de handvraag, zeg, wat ben jij zelf? Ja, 99% ratio. Ik zeg, oké, okay, interessant. Hoe ga je dan zo'n speech voorbereiden? Ja, zei ze, dan kijk ik gewoon terug. Pak ik alle feiten die afgelopen jaar er een passeert zijn. Ik ga kijken naar de doelstellingen die we voor komend jaar willen bereiken. Ja, en daar, uh, dat, dat vertel ik dan. Het is dus eigenlijk een soort powerpoint-achtige uh, ja... Nou ja, zo zie ik niet. Het is een speech. Maar ja, als jij het zo zegt, dan zal het wel... Ja, zo, ja eigenlijk wel. Ja. Alleen maar informatie ja. eigenlijk. Ik dus zeg maar, jouw publiek heeft iets heel anders nodig. Namelijk, kijk, ratio mensen hebben inderdaad informatie nodig. En die willen bewijslast hebben. Mm -hmm. Emotiemensen, die willen vooral een goed gevoel erbij hebben. En dat hoeft niet... Dat kan ook een vervelend gevoel zijn. Hè? Dus het kan ook zijn dat als jij een uh, belangrijke boodschap hebt over te brengen... Uh, nou, er, zijn, uh, er worden mensen ontslagen... Dan, uh, dan willen zij ook zien dat degene die daar staat, dat hij het meent. En uh, dat, dat je bepaalde woorden gebruikt die dat ondersteunen. Mm -hmm. um, en daarnaast, de doeners, die willen gewoon tips. Oké, okay, uh, okay, wij worden misschien ontslagen. Wat moet, ik nu, wat moet ik dan doen? Wat is de eerste stap die ik moet gaan doen? Of we gaan een nieuw product introduceren. Oké, okay, hoe kan ik helpen? Hoe gaan we dat dan aanpakken? Dus die doeners en die emotionele mensen hebben een hele andere behoefte dan die ratio mm -hmm. uh, mensen. En ik zeg steeds ratio mensen of emotie mensen... Maar voor alle duidelijkheid, je hebt, iedereen heeft alle drie de elementen in zich. Alleen je hebt een voorkeur voor één van de drie. Nou, je kunt niet altijd weten, met name als je een extern publiek hebt, is het lastig om in te schatten, wat voor mensen heb ik in de zaal. Maar het mooie is, als jij de kans hebt om van tevoren de vraag ter vragen te stellen, namelijk, als je maar één vraag zou mogen stellen aan mij over dit onderwerp, wat is het dan, uit die antwoorden komen vaak al wel clues van wat mensen nodig hebben. En hoe ze in elkaar zitten. Als je een vraag krijgt, ja, hoe pak ik dat dan precies aan? Dat is een doener. Dat is een doener. Als iemand zegt, ja, kan je, uh, kun je me helpen? Want uh, uh, ik wil mensen echt overtuigen. En ik heb, daar, ik, heb daar, uh, ik heb daar wat meer houvast nodig qua bewijslast. Ja, dat is meer ratio uh, iemand, zeg maar. Dus, dus je kunt aan die vragen je al afwegen. En als je een interne presentatie houdt, meestal ken je je collega's wel. Uh, en dan kun je dat wel inschatten. Ja. Het is ook geen rocket science in die zin dat het. Uh, dat het uh, uh, dit is een disclaimer voor alle ratio mensen die luisteren. <laughs> klopt dit? Uh, <het? laughs> ja, hmm. klopt dit wel. Je uh, weet het nooit zeker voor vijf cijfers achter de comma. Nee. Maar als je hier rekening mee houdt, dan maak je toch een ander soort verhaal. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat gewoon de checkvraag aan het einde uh, van jouw voorbereiding. alleen op de vraag die dus die drie, drie typen mensen stellen. die ja. kun je bij jezelf ook stellen. Ja, zeker. Dus je hebt je presentatie voorbereid. Nou, ben eens even kritisch en zeg tegen jezelf: Klopt dit? Ja. Ben ik gewoon dingen aan het vertellen die ik kan onderbouwen als ik die vraag krijg? Ja. Of heb ik dit gewoon maar uit mijn duim zitten zuigen? En, en het klinkt goed? Geen ja. idee. Ja, precies. De tweede vraag is: van joh, zit, zit daar. Ben ik me bewust van de sferen die ik wil creëren in, in die ruimte? Hebben wij. Dus dan kan ik kan me ook voorstellen dat je dan nadenkt over de modaliteiten. Hoe je het brengt. Ja. Zit er een verhaal in? Zeker. Heb ik een ondersteunend filmpje? Uh, etcetera, etcetera. En de derde is, van, ja, wat, gaan ze wat wil ik nou eigenlijk wat, dat ze ermee doen? Ja. Haast alle soorten. Hè? De deurknop uh, methode, zegt ja, ja. Remco Klaas. De ja. million dollar phrase van uh, Peggy. Uh, dus wat, wat, wat wil ik nou uiteindelijk dat ze doen laten of nooit meer vergeten? Ja, precies. Dus, dus je moet sowieso al naar die vragen kijken. En het geheim van, van deze methode, zeg maar... Die heb ik uh, van een Engelse trainer uit een, uit een boek. Wat ik je mooi vind, is dat je daar dus... Um, je, je brengt daar gradaties in aan. Mm -hmm. Dus als jij inderdaad voor een zwaar ratio publiek zit. dan moet je gewoon. je ontkomt er niet aan. Je moet dat verhaal heel goed onderbouwen. Want yeah. ze hebben dat gewoon nodig. Yeah. Anders ga je nat. En, uh, en als, je, als je dat maar als je datzelfde doet voor een heel emotioneel publiek. gedreven publiek. ja dan ga je ook nat. in de zin dat ze meteen afhaken. Want daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Dus je, uh, ja, die, die gradaties. dat vond ik het meest interessant. Yeah. En waarom is dit voor jou. Zo interessant en waarom he? hoort dit dan ook bij jouw lievelingsvraag? Uh, want... Omdat heel veel mensen daar niet mee bezig zijn. Hmm. Dus de meeste mensen uh, die beschouwen hun publiek als één grote groep, uh, homogene groep, die allemaal dan, en uh, nou, waar wij ik net mee begonnen, uh, het, uh, mensen uit de technische industrie, die zijn allemaal als super ratio. Ja, de kans dat je ratio, technische mensen hebt die super ratio gedreven zijn. Ja, natuurlijk. Want dat hoop ik ook wel, want het is wel fijn als in hun werk alles klopt. Als je een kerncentrale gaat bouwen, is wel fijn dat alles tot in detail werkt, zeg maar. En um, uh, dus, dus, ik was heel enthousiast over dat verschil en dat je die, die gradatie kan aanbrengen. En ik heb dat geprobeerd toe te passen in de, publiek, uh, in de, in de, in de praktijk. Ja het werkt gewoon goed. Hm. Ik heb nu minder last van, want ik ben helemaal niet zo ratio-gedreven uh, als ik presenteer, in ieder geval zeker niet. En ik kreeg heel vaak van die vragen: van uh, ja, ja. Welk onderzoek dan? En dan dacht ik bij mezelf. Ja. Maakt het niet uit man. Helemaal ja, een kutvraag. Ja, dat zei ik dan niet. Maar dan dacht ik. Ja, boeien dacht ik. Ja. Ik heb het gewoon gelezen. En het klopt. Maar ja, dat is niet een antwoord waar je mee ik dat zeg ja. jongen. Dan kom je niet meer weg. Ja, dat moet ook niet. Dus, nee. dus ja, je moet je huiswerk ook dan beter doen. Ja, dus het is ook wel, wel dus mooi dat jouw eigen voorkeur... dat wanneer dat je op verschillende plekken spreekt... dat dat publiek vanzelf een spiegel gaat zijn... Ja, zeker. voor jouw tekortkomingen. Ja, 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 ja. Alleen in het begin... dan ga je, je daar heel erg aan irriteren... en misschien wel tegen afzetten. Ja. Ik ben nou eenmaal zo. Komt ja. die, komt ja, dat, die, 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 dat weer uh, omhoog. Ja. Terwijl ja... uiteindelijk wil je dat die drie facetten... alle drie gevuld zijn. En, en je kan, die schuiven kun je meer open of meer dicht gooien... naarmate je weet wie er in de zaal zit. Ja, dat klopt ja absoluut ja. en uh, is wel leuk want ik heb misschien uh, uh, anekdote anekdotes erbij ik weet niet of die uh, die mag vertellen maar gaat gewoon doen oké okay. jij knipt toch niet hè? nee <laughs> nee ze zijn nu al begonnen maar uh, <laughs> ik heb een keer voor een groep staan was wel heel leuk dat was ergens, weet ik veel 2010 of zo en toen moest ik een groep leraren moest ik, uh, 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 motiveren nou niet nee niet motiveren ik moest ze wat andere manieren laten zien van presenteren voor open dagen en uh, toen had ik een persoonlijk verhaal bedacht uh, uh, over mij en mijn zoon en uh, school en zo. En na ongeveer twee minuten staat een van die leraren op... armen over elkaar, kijkt heel zagrijnig... en zegt, je staat nu al twee minuten over jezelf te lullen. Ik ben nu al afgehaakt. Zegt die leraar tegen jou. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dat is een interessante wat je nu doet. En um, ja, hij, uh, hij was echt wel een beetje boos. Daar heb ik maar gezegd, ja, ik ga toch maar even door nu. Maar... Ja, als je niet wil, je hoeft hier niet te blijven. Was niet zo heel goed, antwoord achteraf. Maar uh, <laughs> hij is weer gaan zitten. En daar was ik best wel van slag af. En waarom vertel ik dit? Omdat, het, omdat ik daar dus ook niet goed had ingespeeld van tevoren al niet. Want er waren meer mensen die op dat moment niet heel tevreden waren. Kom ik mm -hmm. later achter. Mm -hmm. Ik had niet goed ingespeeld op die ratio, op dat gevoel, op die, uh, op die doeners uh, die daar in die zaal zaten. Het allerleukste was aan het einde, na die workshop. Want uiteindelijk heb ik een, uh, een meting gedaan hoe mensen het, het vonden. Nou, gelukkig vond het, het merendeel was, uh, kwam met een groen briefje. We waren heel enthousiast. En een van, uh, van uh, zijn collega's kwam naar mij toe en die zei: Ja, wat mijn collega deed, kan echt niet. Hè? Dat hij jou zo uh, aanpakte, dat vond ik echt helemaal nergens op slaan. Je was pas een paar minuten bezig. Dus ik dacht: Oh, fijn, iemand die mij begrijpt. En vervolgens uh, loopt ze weg en zegt ze: Ja, maar dat jij zo van slag was, dat kan natuurlijk ook niet. Hè? Jij bent toch een prof. <laughs> Kijk ik er nog een tik bovenop. <laughs> dus ook maar om aan te geven. Ja, ik weet het uh, soms ook niet altijd. Dus uh, bij mij gebeuren ook wel dit soort uh, dingen. En als je dit nu terug. Ja, je benoemt de anekdote nu. Stel, uh, we, we, we stappen in de tijdmachine en ja. uh, we staan daar weer voor die leraren. Ja. Had je dan iets anders gedaan? Ja, had ik het anders gedaan. Hoe had je, wat had je dan gedaan? Dan had ik veel meer ingespeeld waar zij behoefte aan hadden. En, ja. uh, en dan had ik, het, had ik misschien wel hetzelfde verhaal verteld, maar had ik het veel beter gekaderd. Ja. Had ik, uh, had, ik had veel beter moeten uitleggen waarom ik dat deed. Ja. Dus mensen waren wellicht nog niet hongerig genoeg om te weten wie jij überhaupt bent. Nee, en wat ook meespeelde is dat sommigen daar verplicht zaten. En, uh, en ik vind leraren... Uh, ik ben super fan van leraren. Maar ik vind soms ook wel de moeilijkste groep... Moeilijk om, publiek hoor. Ik ben ik helemaal ja, mee aanwezig. Het gaat over presenteren. Om, om uh, daarvoor de groep te staan is best ja. wel lastig. Ja. Ik herken dat, hè. ik kan... Ik, ik kan hoe komt dat? Waarom zijn die... Waarom? Oh. Het meeste wat ik hoor is... En, en, en mensen, nu gaan we echt generaliseren. Uh, ik kom ook heel veel... Uh, heel veel gemotiveerde leraar, hele enthousiaste leraar tegen, wil ik toch even gezegd hebben. Dat um, heeft vaak te maken met het idee van ik sta voor de groep, ik geef les, dus ik weet heus wel hoe ik moet presenteren. En ja. kan jij mij nou vertellen hoe ik dat moet aanpakken. Nou, iedereen die wel eens bij een open dag geweest is, voor, uh, met name middelbare scholen, die weet dat het hard nodig is. Uh, <laughs> ja, uh, dat is echt zo. Ja. Uh, ik ben met mijn zoon uh, een jaar of twee, drie geleden ben ik allerlei middelbare scholen afgegaan. Bijna bij elke school zei die pap, dit is super saai. Mm -hmm. En dat klopt. En dat, dat komt omdat de leraren uh, een, een, een voorlichtingsles geven, eigenlijk. Ze pakken hetzelfde aan als dat ze hun lessen geven. Ja. Nou, sterk nog, ik denk dat ze hun lessen vaak gemotiveerder geven dan. Uh, Zo'n voorlichting, ja. Ja. Ik hoop niet dat ik nu heel onderwijs Nederland over me heen krijg, maar. Uh, ja, dat dus, wel dus mijn is jou, ervaring jouw ervaring. Ja, ja. Die, uh, dat is toch zo? Ja, dat is waar. <laughs> ja, precies. En, ik, ja, ik echt, en uh, wat ik kritisch kan, en dan heb jij het jij nog in de context van, van presenteren. Wel, ik snap van, ik sta al 30 jaar voor de groep. Ja. Uh, dus dus ja, misschien zit daar alweer, alleen al die gedachte, dat, dat veronderstelt iets. Uh, ja, misschien mis, het zijn gewoon. En ook ik ben hier stigmatiserend. Maar mijn ervaring is ook dat de growth mindset. Hè, de, de growth mindset, fixed mindset. Dat, dat is de behoefte om te reflecteren en te veranderen. Dat die niet altijd heel erg reuze is. Nee, maar ik zie wel. En, en dat vind ik dan toch wel weer heel mooi. Ik zie nu allerlei nieuwe uh, initiatieven. Ik, ik ben nu bijvoorbeeld met een, uh, een dame uit onderwijs aan het werk voor een TED-talk. Uh -huh. Ja, super bevlogen. Echt ongelooflijk. Uh, en ik heb iemand anders getraind die, uh, die met een initiatief kwam um, om met leerlingen, uh, met studenten, jonge studenten uh, naar het buitenland te gaan. Om daar drie weken lessen in het buitenland te doen. Ja. Gewoon in de praktijk. Dus ja, inderdaad, we zijn het stigmatiseren. Maar ik zie wel de laatste tijd een beweging komen dat, dat die groep in beweging komt. Ja. Zo, dat er andere dingen gebeuren nu. Ja, en ik denk als we gewoon een stigma gewoon breder trekken en universeel maken, dat gewoon de checkvraag bij jezelf, als je spreekt, sta ik te spreken vanuit passie, sta ik te spreken vanuit energie, ja. altijd een belangrijke voorwaarde is om, om overtuigend te zijn, ja. om impact te maken en, en als je gewoon iedere dag, uh, of je nou lesgeeft of, of voorlichter bent, of maakt niet uit, maar als je dat iedere dag doet, kan ik me heel goed voorstellen dat je omgeving het gewoon, uh, passie misschien kwijtraakt. Net zoals dat je een relatie de passie kwijt kunt raken. Ja. Maar we allemaal voelen dat dat vuurtje, dat vlammetje nodig is... om, om duurzaam uh, jezelf de resultaten te blijven brengen. Ja, absoluut. En als je dan uh, kijkt naar, uh, uh, naar het onderwijs... doe het ook maar eens. Hè. Ik geef wel eens een gastcollege. En dan uh, denk ik van, nou, oké, okay, ik heb de meeste wel kunnen raken... maar uh, ja, je, ziet, je ziet toch heel vaak ook tegenover een groep... die op hun mobieltje zit, ook omdat ze aantekeningen opmaken... Hè. laat ik dat ook even erbij zeggen... Ja. Uh, en dat ik dan denk van nou, had wel beter gekund. En dat een leraar dan daarna enthousiast naar mij komt en zegt van nou, zo, je hebt ze wel echt kunnen boeien. Dat ik denk, oh oké. Okay. Het is helemaal een schrijven <laughs> op een telefoon. Zo, maar zo, ja, maar zo, zo is het wel. Weet je, het is heel moeilijk om, uh, um, uh, om in het onderwijs mensen continu geboeid te houden. Tenminste, mm -hmm. zo ervaar ik dat. En dus ja. ik heb daar wel heel veel respect voor. Mooi. Dat het maar gezegd is. Ja, ik vind ja. het wel. Ik, ja, want er is natuurlijk veel te doen rondom leraren. en... Uh, um, ja, ik, ik ben het wel met z'n eens dat ze wel wat meer respect zouden mogen uh, krijgen. Ja, eens. absoluut. Eens. We hebben wij twee vragen al uh, behandeld uit ja. jouw uh, boek? Nou, nog maar 23 te gaan. <laughs> 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 nou, vanuit, vanuit wat we ook geleerd hebben, is dat we niet te veel moeten delen. Oh, ja. en mensen ook nog wel hongerig moeten oh, ja. maken naar meer. Uh, dan kunnen ze natuurlijk jou, uh, jouw mooie boek kopen. Ja. Uh, je, je hebt het voor de lezer wel wat gemakkelijker gemaakt door uh, drie delen uh, te maken in jouw boek. Ja. He, dus alle 25 vragen staan, uh, uh, zijn rangschikt ja. op, uh, op deel 1, een goed verhaal. Ja. Uh, deel 2, de beste versie van jezelf. Ja. En deel 3, uh, de interactie met je publiek. Ja. Eigenlijk hebben we wel in alle drie facetten nu al best wel veel gedeeld ja, en gegeven. Ik heb hier in mijn aantekeningen uh, drie vragen per deel opgeschreven. En, 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 en ik ga het gewoon cherrypicken. Okay, dat ik gewoon sweet. één vraag... Ja. Pick van, uh, van, van die drie. Uh, en, en, en je mag mij ook zeker, als jij zegt: van nou, Glenn, ik vind dit eigenlijk nog wel gekoppeld aan dat deel heel interessant om te delen. Ja. Voel je vrij? is prima. Als ik kijk naar deel één, een goed verhaal. Um, ja, wat, wat dan toch al wel interessant is, is ook volgens mij de eerste vraag waar je mee begint in je boek: ja. is: wat is het grootste misverstand over presenteren? Ja, en dat, heel eerlijk, is dat geen vraag die ik vaak krijg. Maar die, dat is een vraag die ik zelf uh, wilde beantwoorden. Omdat ik merk dat mensen niet heel goed weten hoe dat werkt met presenteren. Mm -hmm. De meeste mensen denken dat je een presentatie doet, zoals je ook bijvoorbeeld een, uh, uh, een Word document verstuurt via e-mail. Ik bedenk iets, ik schrijf dat. Vervolgens druk ik op verzend en bij jou komt het binnen. Jij drukt op die knop en Word start op en je kan lezen wat er staat. Maar zo werkt het helemaal niet. En uh, uh, dat is één ding. En het tweede is dat als je dat op die manier aanpakt... dus als je het heel erg vanuit ratio bekijkt... dan is het heel zwaar, heel lastig om, om, dat, om die informatie om op te pakken. En hoe komt dat nou? Uh, dat heb ik geleerd van, een, uh, uh, van mijn uh, uh, schoonzus... Mm -hmm. Zij werkt uh, als onderzoeker in het onderwijs. En ze zegt: Je hebt eigenlijk twee manieren van leren. Je hebt primair leren. En primair leren is wat wij onszelf kunnen leren. Uh, omdat mm -hmm. we heel gemotiveerd zijn. Hè? Als baby leer je al heel snel. Dat als je huilt of als je lacht. Ja, dat daar een beloning op volgt. Dus ga je dat meer toepassen. Uh, vervolgens ga je uh, omrollen. Omdat je denkt: Hé, hey, maar dan kan ik meer zien van de wereld. Je gaat kruipen. Je gaat lopen. Uh, je gaat zelfs een taal leren. Omdat je dat gewoon nadoet. Dus die vorm van leren is primair leren. Maar als je vervolgens. Wilt leren lezen en schrijven, dan heb je iemand anders nodig die jou uitlegt dat een stokje met een puntje erop, dat dat i is. En dat een, uh, een streepje met twee bolletjes eraan, dat het een b is. En dat is vaak zwaarder leren, dat heet secundair leren. Dan heb je dus iemand anders nodig, En dat is heel erg ook via ratio. Uh, en dat is hard werken. Ons, uh, ons brein, ons reptiele brein, ons krokodillenbrein, die, is, die drijft op dat primaire leren. Uh, dus als er een bedreiging is, wil dat brein heel graag leren, oké. Okay, hoe dan? Hoe gaan we ja. dit oplossen? En uh, bij secundair leren moet je meer, heb je meer uh, je ratio ook nodig. Dat is meer analytisch. Dat is meer analytisch, maar dat is dus heel zwaar. En als je kijkt hoe dat de meeste mensen presenteren... die dit allemaal niet weten, die, ja, die hebben gewoon inhoud. Werken langzaam maar zeker naar een punt toe. Met uh, Bijvoorbeeld bij een onderzoek. Dan gaan ze helemaal het onderzoek beschrijven. Ja, dat is super zwaar. Fysiek ook gewoon, voor je hersenen. Omdat allemaal... Het kost letterlijk heel veel energie ja. om. Stel, al zou ik het willen weten, ja. Ja, dan... Ja, ja. Ik, in mijn voorbeeld staat een, of in mijn boek staat een voorbeeld van iemand die super interessante informatie deelt. En toch zag ik die mensen afhaken. Waarom? Ja. Niet omdat ze dat willen, omdat het gewoon te veel is. Ja. Dus uh, het heeft helemaal niet zoveel zin om, uh, om zoveel ratio eroverheen te gooien. En als je het al wel doet, zorg dan dat, het, dat je het krokodillenbrein erbij trekt. Dus zorg dat, het een, uh, dat je een probleem oplost van je publiek. Zo vind ik dat het makkelijkste uit te leggen. Um, ja, hoe kun je ze helpen? In plaats van ze dus te helpen met jouw probleem. heel ja. vaak zie je ook sprekers wel een probleem benoemen. Dan denk ik, ja, dat is vooral jouw probleem, vriend. Uh, ik herken dat niet. Nee, ja, ik heb, dat, ik heb daar niet zo last van. En is dat dan, is dan de manier om dat op te vragen, toch weer die. Die mooie werk, uh, dat mooie, die, die mooie werkvorm. Uh, om te, te vragen van joh, stel, je hebt één vraag die je vandaag beantwoord ja. wil hebben. Uh, wat voor vraag zou dat zijn? Ja, daar, dat, dat is een methode. Want daar kom je ook wel achter uh, wat mensen precies willen weten. Maar je kan ook bijvoorbeeld, test Steve Jobs met zijn uh, beroemde iPhone-presentatie. Ja, wat hij van tevoren natuurlijk heel goed wist, is waar zit de pijn als het gaat over de smartphones die er al zijn. Ja. En hij heeft dat gewoon geadresseerd. Ja. En dat is wel grappig als je erover nadenkt, want iedereen daar in die zaal was op dat moment best wel happy met de, met de Blackberry. Ja. Ja, iedereen zat daar te twitteren: oh, ik zit bij Steve Jobs, ik mocht wel in de zaal en uh, we krijgen zo een presentatie. En hij begint daar laagje voor laagje: begint hij de problemen te benoemen met de huidige smartphones van dat moment. Dat veroorzaakt dus een probleem wat we nog helemaal niet hadden. Hij zei bijvoorbeeld: uh, Het is best wel onhandig dat de helft van het scherm bedekt is met een vast toetsenbord. En toen zag je al een paar mensen in het publiek kijken naar een BlackBerry. Hmm. Hmm. Ja, dat is best irritant. En zo creëerde hij een probleem wat er nog helemaal niet was. Hmm. Maar het was uiteindelijk wel echt een probleem. En sommige mensen zeggen: Ja, maar kun je dan niet beter uitgaan van een kans? Ja, dat kan. Maar ik weet wel dat het reptielenbrein eerder in actie komt, eerder wil leren, als er meer een bedreiging is. Ja, dus hier hebben we het ook vaker over gehad, sociale psychologie. Het vermijden van pijn, het ja. verkrijgen van plezier of een lonkend ja. perspectief. Dat dan, als het gaat over communicatieadvies, helaas maar waar. Ik word daar dus ook wel een beetje murren van ja. als ik naar het nieuws ga. Ja. Maar bad news zelfs ja. is daar het credo. En op het moment dat dan ergens koala beren, Huppelde Flup. Uh, 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 dat was dan de oudste koala ter wereld. Uh, de, de, dan staat dan de kop zegt. Oudste koala ter wereld is dood. Maar ja. je zou ook kunnen zeggen: Koala Nala is nu gekocht. kan ook. Oudste ja. koala ja. op dit moment, want die andere die is dood. Ja. Maar, maar het ene leest, leest geen mens nee. en, en de oudste koala ja, dood. Dat. Maar wat ik nog belangrijker vind is dat, je, uh, dat als je uh, een probleem echt adresseert in je publiek, dat je dus dat primair leren wat makkelijker maakt. Want dan kan hmm. het krokodillenbrein meedoen. En uh, dan wil je dus ook veel meer dat weten. En uh, ik zeg wel eens, misschien moet je jezelf wel gewoon in de positie zetten van een soort mentor voor je publiek. Hè? Net zoals dat uh, Mr. Miyagi was uh, de mentor van uh, Karate Kid. Mm -hmm. Yoda was de, de mentor van Luke, uh, ja, van Luke Skywalker. Perkamentus van uh, Harry Potter. Um, zet jezelf op die positie, niet omdat je beter bent dan de mensen in de zaal, maar omdat je ze iets bij wil brengen of dat je ze ergens voor wil beschermen of dat je ze iets wil leren. Dat helpt wel, want dan, dan ben je niet zo met jezelf bezig. Ja. Yeah. En dat, primair, dat primaire deel aanspreken, wat doe ik dan letterlijk om dat ook dan... Dus ik kan me... Empathiseren met Yoda. Ja. Um, maar dan alsnog een heel theoretisch verhaal ja, ja, ophouden. Dat, dus, dat, dus, dat, dus jezelf zetten in die rol van mentor helpt vooral om na te denken over het publiek. Wat hebben zij nodig? Ja, um, ja dus het stopt met dat je jezelf als hoofdpersoon ziet. Ja. Nancy Duarte beschrijft dat fantastisch in ja. Resonance. Ja. Uh, het gaat niet om jou. Jij bent niet de, de hero nee. van het verhaal. En de hero's journey is natuurlijk een heel bekende manier om, uh, om een verhaal te maken. Ja. Maar het besef dat de hero's journey dat dat. De journey is van het publiek, niet van jou, is al heel bevrijdend. Ja, precies. Om, om een goed verhaal te bedenken. Ja, en, en, en onderschat niet dat heel veel mensen wel met zichzelf bezig zijn. Ook al bedoelen ze dat niet zo. Hè? Ze zijn bezig met: oh, als het maar goed overkomt. Uh, als ik maar niet begin te stotteren. Als ik maar niet begin te blozen. Dat is eigenlijk allemaal ik, ik, ik. En de metafoor met: stel je nou eens voor dat jij de mentor bent van de mensen die in de zaal zitten, helpt voor veel mensen wel om bij die focus van zichzelf weg te komen. Hoe ga ik ze nou helpen? Ja. Mooi. En daarmee beantwoord je dus ook eigenlijk de vraag: wat is het grootste misverstand over presenteren? Is dat het ik presenteer iets wat het data-overdracht ja, is. Dat. En nee, het is geen data-overdracht. Er is meer voor nodig om mensen in een aanstand te krijgen. Ja. En, en je bedoelt nu dus een aantal manieren om ja. dat ook te creëren. En wat ik heel mooi vind, wat daar heel goed bij helpt, is, is de methode van Remco met de drie I's: uh, um, educatie, uh, empowerment en entertainment. Mm -hmm. Uh, die drie zorgen ervoor dat je, dat je alle elementen er wel aanwezig hebt. om ervoor te zorgen dat mensen meer aangaan. Ja. Wat ook altijd grappig is: hè, dat dat ook Remco dat weer heeft geleend. van, uh, van een Amerikaanse oh, uh, expert. Uh, die met die eenheid kwam. Uh, maar het is wel mooi dat je dus op een gegeven moment. als je multigoeru kennis bent. zoals ja. Remco zichzelf noemt. Ja. en jij hebt hier ook fantastische dingen in ja. samengepakt. dat mensen je toch ook wel gaan. Uh, het gaan herleiden ja. naar jou. Ja. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat met al deze praktische tips, dat nou ja, op het moment dat ik die tip nog niet kende en ik koppel dat vervolgens aan jou, want jij hebt dit geschreven, dan, ja, dan, word je, dan, dan zeg ik over een jaar, nou, de, 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 de methodiek. <laughs> ja, ik <laughs> heb de 3B's vervangen door 3B's. De 3B's? Ja, omdat ik, ik, uh, ik, uh, uh, ik merkte dat mensen vaak moeite hadden met de E van empowerment. Oké. Okay. Ja, dus even voor de luisteraars die, die dit nog niet hebben gehoord: je kan altijd aflevering 4 uit mijn hoofd van Overspreken gesproken nou, podcast. Ja, kan altijd, is is must. <laughs> ja. Ga aflevering 4 luisteren Spreken. met Remco Klaassen. Ja, absoluut. Daar uh, hebben we het over de drie keer één e methode educatie, entertainment en empowerment. Volgens Remco moeten al deze drie dingen altijd in een verhaal ja, zitten. Daar ben ik het van harte ah, mee eens. Maar jij zegt: ik heb, dat, ik heb een kleine ombuiging gemaakt naar de drie B's. Ja, boodschap, beleving en behoefte. Boodschap. Uh, educatie, ja. beleving, entertainment ja. en behoeften, empowerment, empowerment, mooi, ja. mooi mooie, mooie omkanteling. Uh, Daar waar uh, bij entertainment hebben misschien mensen nog wel de misvatting dat het leuk moet zijn. Ja. En natuurlijk is het natuurlijk uh, inspelen op de lach is een fantastisch fantastisch middel, fantastische tool. Als je humor hebt. Als je humor hebt. Maar Jos Burgers heeft nu thuis Ben ik niet zo leuk. Hè, leert mensen ook dat als je geen humor hebt, dat je wel humor kan gebruiken als ja. tool. In de professionele context. Ja, maar hij zegt ook in het boek, ga niet grappig, ga niet grappig doen om het grappig te doen. Exact. Ja. exact. En daarmee kan ik voorstellen dat als ik kijk naar hele mooie verhalen, eh, als ik ook kijk naar films en zo, of, of speeches die mij raken, ja, daar, daar zit vaak, of vaak, daar zit uh, geen entertainment in per se, maar wel een beleving. Ja. Of zie je dat anders? Ja, want ik, voor mij valt entertainment en zo, zo legt Remco het ook uit. Um, onder entertainment vallen ook verhalen, en anekdotes bijvoorbeeld. Hè? Remco komt dan met, uh, met anekdotes. Ja. Um, um, want het. Anneke. Ja, Anneke, precies. Uh, wij zijn wel heel erg fan van Remco. Hè? Ja, dus we moeten wel oppassen dat we nu niet... Uh, maar, maar kom, terecht. misschien dat we dicht, uh, dicht in, nu in Eindhoven zitten. Ja, want ja, zo hard. 30 minuten hier vandaan woont hij. Maar uh, nou, klinkt het echt alsof ik voor de deur lig bij hem. Dit is niet zo, mensen. Maar hij is gewoon heel goed. Als je twaalf uur lang op een podium kan staan en mensen kunt boeien, dan kan je echt wel iets. Dus hij is gewoon een held uh, van mij wat dat betreft. Maar goed, even terug naar... Uh, uh, nou ja, waar gingen we eigenlijk weer terug naar? <laughs> we gingen terug naar het feit dat. Um, uh, ja, ik zit ik nu ben, ik ben, ik ben ook te, te, te zoeken naar. Uh, we hadden het over de oh ja, drie keer ja, 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 B. Ja, beleving. Ik zei, een verhaal zegt, zegt Remco, kan ook. Ja, en daar ben ik het mee eens. Dus entertainment is voor mij niet alleen maar grappig zijn of explosies op het podium of wat je dan ook zou willen. Ja. Entertainment is juist verhalen en uh, voorbeelden en anekdotes. En ik merk vaak als we het over storytelling hebben. Dat mensen denken, oh, dan nou moet ik een uh, levensverhaal uh, vertellen... of ik moet een avondvullend programma vertellen. Dat hoeft helemaal niet. Een kleine anekdote kan een heel groot verschil maken. Dus, dus daar de misvatting bij storytelling is dat we, dat, 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 dat meteen heel zwaar en beladen ja. moet zijn... van dat we een verhaal moeten hebben over on, onze jeugd en uh, ja. hoe slecht we toen hadden. Dat hoeft helemaal niet. Nee, en, uh, nee maar het mag wel als je het wilt delen. Ik ben een keer bij een farmaceut, uh, heb ik een training gegeven... en daar... Zijn ze op zoek naar medicijnen uh, tegen kanker, om kanker uh, te genezen? En dat is de enige training die ik ooit stil heb moeten leggen. Uh, dat was ook samen met Theo, die wij stil hebben moeten leggen, omdat de emotie zo gigantisch werd. Iedereen mm. was daar geraakt door één verhaal. En dat verhaal ging. Uh, uh, dat, dat verhaal was een verhaal over haar oma. Die op een hele mooie, vredige manier was uh, ingeslapen. En vervolgens, en wij zaten een beetje mooi in dat verhaal mee te gaan. Het was een soort, ook een soort romantisch mooi verhaal. En ineens sloeg ze om de, om de oren met... maar jouw vader die is overleden aan die verschrikkelijke ziekte. En, uh, 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 en zo had ze nog een paar voorbeelden. Dus iedereen werd meteen in die modus gegooid... Mm. Van, uh, van de ellende van zo'n ziekte. En daar koppelde ze aan. En dat is de reden waarom wij van gebaande paden willen afgaan... om uh, 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 um, um, um alles te doen wat nodig is... om medicijnen te vinden tegen deze afschuwelijke ziekte. Mm -hmm. en daarna kon je iedereen opvegen. Ja. En ik vertel het nu misschien wat, wat snel en wat, uh, wat, wat korter de bocht. Maar ze deed dat zo fantastisch. Ja. En niemand was ook, uh, vond het ook vervelend dat ze het op die manier gedaan had. Ja. Dat was voor mij de ultieme kracht van, uh, van een verhaal inzetten. Om je te raken daar waar het pijn moest doen in dit geval. Ja. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Die je die, die dus kan destilleren en langs die drie beest kunt houden. Er zit een hele krachtige boodschap in. Ja. Uh, ook een behoefte. Uh, namelijk, wij willen dit en ja. we, we hebben ook uh, jullie ja nodig ja. hiervoor. Uh, en de beleving is de koppeling naar het persoonlijke. Ja. Namelijk, ik, ik weet niet of het over kanker ging in dit geval. Of ja. Ja, ja, dus we hebben allemaal iemand ja. in onze uh, omgeving die zeker. overleden is aan kanker. Ja. Uh, dus daarmee weet je ook dat, dat als, het, als het medicijn letterlijk daarover gaat, dat we heel gemakkelijk um, een, een, een persoonlijke verbinding daarmee kunnen maken. Ja, zeker. Mooi. Ja. Dank je wel nog voor het delen hiervan. En het laden dus hiermee van deel 1. Het creëren van een goed verhaal. Nou, als je het boek zou kopen... Dat ga je doen. Uh, dan staan er nog allerlei andere vragen in. Bijvoorbeeld: uh, hoe eindig ik mijn presentatie echt sterk? Dat ja. vond ik ook een, een leuke vraag die we nu niet gaan beantwoorden. Ik zal, <laughs> een, ik, zal, ik, zal, ik zal een kleine spoiler geven. Dat is niet met de vraag: zijn er nog vragen? <laughs> Oké, okay, die niet. Uh, ook bijvoorbeeld: hoe open ik mijn presentatie op een uh, pakkende manier? Uh, hoe kan ik storytelling gebruiken? Um, en uh, uh, wat is nou de ideale structuur voor uh, mijn presentatie? Nou, als je daar antwoord op wilt weten, waar laat ik mijn handen? Gaan wij door naar deel 2. Ja, heel goed. Um... Dat gaat over uh, de beste versie van jezelf. Daar zit dus, waar laat ik mijn handen zit daar ook in. Die ja. hebben we inmiddels uh, beantwoord. Even kijken. Ja, wat ik wel een interessante vraag vond, is hoe zorg ik ervoor dat ik de tekst niet vergeet? Ja. Dat vind ik ook wel een hele leuke. Dat is ook trouwens wel een vraag. Jij vroeg straks uh, welke woorden meer veel gesteld Is er ook zo eentje. Ja. Hoe kan ik alles onthouden? En ik heb gemerkt dat er een aantal. Dat je verschillende soorten mensen hebt die qua voorbereiding. Sommige mensen moeten echt alles uitschrijven. Omdat dat nou eenmaal hun denkproces helpt. Moet je ook vooral blijven doen. Uh, je hebt mensen die maken een soort storyboard. Maken tekeningetjes, een soort stripverhaal. Ja. Je hebt mensen die schrijven het op. En je hebt mensen die het in hun hoofd bedenken. Ja. Ik vind alle. alle ik vind het allemaal prima, want dat past heel erg bij jou. Hoe dat jij het voorbereidt. Uh, en de grap is wel, de mensen die, in, die, in, uh, uh, die een stripverhaaltje maken of een steekwoorden... die zijn vaak ook wel in staat om hun verhaal goed te vertellen. Het grootste probleem zijn bij de mensen die het helemaal uitschrijven. Wat daar vaak gebeurt is dat hun presentatie verandert... in wat ik noem de spreekbeurt van de hamster. Dus ja. zij gaan staan en ze zeggen... Uh, uh, eigenlijk terug naar vroeger, hè, ze, dan klinkt het ongeveer als volgt... Hallo allemaal, mijn naam is Serge. Ik ga het vandaag hebben over de hamster. Ik heb zelf ook een hamster. Die heet, oh wacht even, dat wil ik niet vertellen. Um, nee, nee, we gaan eerst even, er zijn verschillende soorten hamsters. Wat, je, wat er gebeurt, is dat je precies wil uh, reproduceren wat je hebt opgeschreven. Ja. Mensen die houden van schrijven, zijn vaak ook mensen die heel goed nadenken over hun woorden. Mm -hmm. En het vervelende is, dat je een hele goede acteur moet zijn, wil je die tekst letterlijk op die manier overbrengen. Mm -hmm. En dat is dus niet te doen. Dus uh, om twee redenen niet. Vaak is het ook schrijf, eh, schrijftaal, geen spreektaal. En uh, ja, het is gewoon onmogelijk. Tenzij je het echt heel vaak oefent. Maar de meeste mensen, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen hebben geen tijd om presentaties tot in de treuren te oefenen. Kijk, als je een TED Talk doet, dat snap ik, daar ga je heel veel tijd in stoppen. Ja. Maar als jij elke week of elke maand tig presentaties moet geven, ja, dat is niet te doen. Nee. Dus uh, wat ik. Sowieso vaak adviseer als je, die, die, uh, als je dat voorbereid doet, breng het terug tot de punten die je wil overbrengen. Kijk naar je alinea's die je hebt geschreven. Wat is de boodschap uit elke alinea die je wil overbrengen? Onthoud dat en vertrouw erop dat je, als je de een paar keer oefent, weet je echt wel wat je daar wil vertellen, dus qua inhoud. Schrijf daarbij, als je anekdotes wil gebruiken, welke anekdote dat je wil gebruiken, die hoef je namelijk niet te onthouden als ik jou vraag, Glenn, wat was het mooiste gesprek dat je hebt uh, gehad in deze podcast? Je hoeft er geen antwoord op te geven, maar jij weet dat meteen. Mm -hmm. Als ik jou vraag, wat was je mooiste vakantie ooit? Jij kan het zo vertellen. En dat geldt voor iedereen. Dus als je weet welke anekdote je hebt die je wil vertellen, schrijf dat erbij. Ja. Dus je schrijft je boodschap op, je schrijft je anekdote erbij. En nu komt iets heel belangrijks. Schrijf op hoe de overgang is van mm. punt 1 naar punt 2. Ah, ja. Heel vaak zie je mensen uh, schutteren omdat ze... Ook als ze sheets gebruiken. Wel goede inhoud hebben. Maar dan vervolgens even de brug vergeten van hoe kom ik nou van 1 naar 2. Ja, dus wat ik die mensen adviseer is: schrijf je boodschap op een kaartje, schrijf daarbij um, welke anekdotes je wilt gebruiken, of welke feiten dat je wilt gebruiken. Een paar dingen die je nodig hebt. Schrijf daar ook bij uh, hoe je overgang is naar de volgende sheet of naar het yeah. volgende stuk van je presentatie. En ga daarmee oefenen. Um, en dan, wat je me namelijk moet onthouden, is niet je verhaal. Je moet je structuur onthouden. Je moet weten, hoe, hoe, wat ga ik vertellen en hoe ga ik dat overbrengen. Ja. En de rest weet je wel, als je dat een paar keer oefent. Dat is een hele goede tip. En waar ik ook zelf echt heel vaak ingetuind ben. Dat je een leuk verhaal vertelt, alleen dan omgeving komt te punt. Ja. Heb je het verhaal verteld en dan, en dan alsof je wakker wordt. Ja. <laughs> want, want je was het vertellen en, en ik zat ook in mijn gedachten helemaal in dat verhaal. Want je herbeleeft dat dan toch ja. op een bepaalde manier. Alleen dan zet ik een punt en vervolgens kijk je publiek aan, en publiek kijkt mij aan. En ik, echt geen flauw idee meer. Wat er hierna gaat komen. En dan zo uh, uh, ja, dus. Ja. En dan zie je zo richting de computer schuifelen. Ja. of naar een notitieboek. En dan, ja, dan heb je gelukkig hopelijk wel wat opgeschreven: van oh ja, dat wordt de volgende stap. Ja. Maar het. het het haalt wel een beetje de magie weg, wat je net ja. hebt opgebouwd. Ja, en het allerleukste is dat ik, uh, uh, ik. Ik vind het helemaal niet erg als mensen met kaartjes spreken, bijvoorbeeld. Um, ik snap dat, dat mensen die altijd op het podium staan, uh, de, de Remco Klaas', de Jos Burgers van deze wereld. Ja, die kennen hun verhaal. Uh, Jan van Zetten, weet je, dat soort mensen, die kennen hun verhaal gewoon uit en treuren. Um, maar als, je dat, als dat niet je werk is, is het geen enkel probleem als je kaartjes bij je hebt. De grap is overigens. Als je die kaartje in je binnenzak stopt, 9 van de 10 keer heb je ze helemaal niet nodig. Maar het gevoel mm. dat je ze bij je hebt, is al, uh, is al voldoende. Ja, yeah, het zorgt voor rust. Yeah. Als ik het nodig heb, kan ik even Precies. spieken. En als je nou geen uh, ruimte hebt om kaartjes uh, op te bergen, kan je ook gewoon een tafeltje op, op uh, ergens bij in de buurt zetten, daar een glas water op zetten. Je legt daar je aantekeningen bij. Op het moment dat je het even niet weet, loop je naar dat tafeltje toe. Je neemt een slokje water. Want je zet ook een glas met water neer. En niemand in de zaal vindt dat raar. Sterker nog. De meeste mensen denken: ja, fijn, kan ik ook zelf even. Even tijd om het te laten landen. Ja. En hey, wat zijn dan goede voorbeelden van een overgang? Omdat die vaak, die hebben vaak weinig met de content of met de inhoud te maken hebben. Nou, dat weet ik niet. Um, uh, je kunt, uh, nou ja. Um, het heeft vaak. Ik, ja, voor mij heeft het vaak wel met de content te maken. Hmm. Want uh, als jij het net hebt gehad over, ja, over een innovatie. En je hebt uitgelegd wat die innovatie is, dan is het heel logisch om te zeggen: Nou, laten we nu eens gaan kijken hoe kunnen we die gaan toepassen. Mm -hmm. Dat is al een brug naar je volgende verhaal. Maar wat ik te vaak zie is dat mensen zeggen: Oh ja, nu, uh, en nu uh, van hier is die quote ook alweer. Oh ja, van uh, daar vind je. Oh nee, nee, we gingen eerst naar. En dan loopt die hele presentatie niet meer. En ik zie je nu zo met je duim klikken. Oh ja, 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 dus ja, ja. Dan, dat suggereert dat, dat ook de lijn vaststaat op PowerPoint. Ja, dat zie je natuurlijk heel vaak. En we dus ook weer in de. Ik uh, hou mijn spreekbeurt over een hamstervalkuil stappen. Ja. Oh ja, shit. Oh nee, de code komt later pas. Oh ja, oh, ja. we gaan nu naar een tabel. Ja, precies. Ja, oh, dat tabel is ook leuk. Ja, je kunt het misschien niet helemaal zien, maar hier, uh, hier in Q4. Daar, uh, ja. Als je het niet kan zien, zit het niet op een sheet. Ja, precies. Maar goed, ja, dat zijn dezelfde. Dat zijn Underlined. <laughs> ja. Uitroepteken. Ja, extra schaduwen erbij. Ja. En als het gaat over uiteindelijk, hè, de, de, uiteindelijk gaat het dus ook bij jou over een heel groot deel om. Um, ontspannen voor, voor de groep te staan. Ja. He, dat is een beetje mijn, uh, door alle gesprekken die ik gevoerd heb, een beetje een, een stokpaardje zou ik niet zeggen, maar wel een hele grote rode draad. Ja. Is het vermogen om te ontspannen. Ook daar weer, he, met waar laat ik mijn handen, als we terugkomen naar die allereerste vraag. Ja. Uh, zet jezelf niet vast. Ja. Uh, want alles wat je vastzet, daar ontstaat verkramping. Ja, daar heb je nog wel een hele belangrijke tip bij. Uh, ook weer credits voor Willemijn, uh, waar ik het al eerder over had. Je moet je knieën ontspannen niet in de skihouding, dat is iets te veel. Maar zorg... dat zet je knieën niet op slot? Ja, want als je je knieën op slot zet, dan gaat alles wat boven je knieën zit, komt in een soort kramp terecht. Mm. En je hoort het zelfs in je stem. Ik kan het nu niet voordoen omdat ik zit. Maar uh, in de trainingen doe ik het voor. En dan hoor je gewoon dat mijn, dat mijn stem een octaaf hoger wordt. Echt waar? Ja. Je, je stem schiet omhoog. Je, ja, ja. Nee, het is niet zo. Maar je, <laughs> je, stem, ja, je stem gaat één octaaf hoger, omdat je dus ja, ook je stembanden zijn spieren. Dus alles wordt vastgezet. En je ziet het ja. ook in je gezicht. De allerbeste methode om mensen hun knieën te laten ontspannen is... als ik tegen ze zeg... het is ook een soort verjongingskuur. Want omdat je je knieën ontspant, ontspant dus ook... De, alle spiertjes in je gezicht. En dan zie je er gewoon wat jonger uit. Nou, dan wil iedereen mee. Dat doet iedereen mee. Ja, ja maar het is wel echt zo. Dat ja, is heel <laughs> grappig. Ja. Mooi. We gaan naar het uh, laatste, laatste deel ja. in, uh, uit jouw boek. Uh, de interactie met, uh, met je publiek. Ja. En... Ik had een paar vragen opgeschreven. Misschien, misschien wil jij er eentje kiezen. Ik had, ja. de, de vraag die ik had opgeschreven is: uh, hoe maak ik een goede eerste indruk? Ja. Hoe kan ik zorgen voor meer interactie met mijn publiek? En hoe ga ik om met lastige vragen? Ja. Nou, jij mag er eentje kiezen. Oké, okay. dan kies ik voor interactie. Oké, okay. omdat, uh, omdat ik ook vind dat we daar iets ingewikkeld over doen, wat heel veel. Mensen die bij mij komen, die vragen, ja, heb je nog uh, een leuke manier voor interactie met je publiek? Of met mijn publiek? Ik nog een energizer. Ja, bijvoorbeeld. En dan vraag ik waarom. En dan jij, ja, dan gaat het fijner. En dan vraag ik wel eens, weet je nog dat je vroeger op school zat en dat je dan uh, in de klas zat en dat die juf of de meester die, die gaf jou de beurt, jij die, die moest iets gaan doen. Hoe vond je dat? Ja, niet zo fijn. zeg, nee, de meeste mensen die in het publiek zitten, je ziet ook wel eens alle energizers, dan moet je meedoen. Ja, de mensen doen wel mee, omdat je ook een soort groepsdruk ervaart. Van, ja, als ik niet als ik blijf zitten, is het, is het niet tof. Ja. Maar de meeste mensen vinden het helemaal niet zo leuk, tenzij er een doel is. Als de oefening die je gaat doen, je iets duidelijk maakt, dan wil je heel graag meedoen. Maar niet van oh, we gaan nu lekker met z'n allen even wisselen van plaatsen. De mensen, meeste mensen vinden dat gewoon super irritant. Ja. Dus interactie, zolang het een functie heeft, ben ik super voor. Maar wat de meeste mensen vergeten is dat de allerbelangrijkste interactie, is dat je zorgt dat wat je vertelt, dat dat. Interessant is voor je publiek. Als jij zorgt dat je een goed verhaal hebt. Als jij zorgt dat je de, snaar raakt, de juiste snaar raakt bij je publiek. Dat je een probleem voor ze oplost. Dan heb je de maximale interactie die je maar kan hebben. Namelijk dat mensen geboeid naar je zitten te luisteren. Dan heb je al die trucjes helemaal niet nodig. Mm. En, en jij, ik ben er helemaal mee eens. Als je een langer verhaal hebt. Dat het heel goed is om een video te laten zien. Of dat je een vraag-antwoord met je doet met je publiek. Maar als je dat doet. Zorg dat het altijd iets duidelijk maken voor je publiek dat het een functie heeft ja. en niet een functie voor jou van oh ja dan heb ik iets dan heb ik een leuke uh, interactie ja precies precies dus dus je moet heel duidelijk de koppeling weten waarom doe ik als het dan een energizer is doe ik dat nu specifiek met deze oefening ja. ik moet ook wel heel erg denken aan Tony Robbins ik ben naar Engeland uh, gevlogen ja. en daar uh, vier dagen lang uh, meer mensen high five dan goed voor me is <lacht> <lacht> wel heel leuk ja. Maar ja, Tony Robbins had natuurlijk bekend dat uh, hij doet de, de firewalk uh, ja. bij Unleash the Power In. Uh, ook toen ik daar naartoe ging als nuchter Hollander, dacht ik nou, ik ben heel benieuwd. En ik, uh, ik, ik, ben, ja, ik wil graag leren van deze man. Maar ik ga echt niet uh, met mijn poten over vuur heen lopen. De, ja, daar heb ik gewoon geen zin in. <laughs> daar heb ik gewoon geen zin in. <laughs> dus ik heb daar ook de eerste dag, want je doet het meteen de eerste dag, uh, het einde van die dag. Met gepaste weerstand toegeleefd naar dat moment. Nou goed, en dan leer je dat Tony Robbins, natuurlijk, een genie is subliminal messaging. Dus ja. die weet gewoon het onbewuste voortdurend toe te spreken. Dus die manipu helpt je ja. gewoon ja. daar naartoe. Ja. Maar wat hij ook goed doet, dan daar is: het, hij zegt heel duidelijk, jongens: het gaat niet om die firewalk. Nee. Die firewalk is totaal irrelevant. Maar wat ik wil bewijzen is dat, jij, dat wij nu allemaal op een stoel zitten en zeggen: ik kan niet. No way. Ik kan niet met mijn blote voeten over honderden graden hete kolen heen lopen. Dat kan niet. En ik ga je bewijzen dat aan het eind van die dag je dat wel kan. Zodat de dagen die daarna volgen, dag 2, 3 en 4. Dat als jij het stemmetje hoort in je hoofd, dat kan ik niet. Dat we meteen daar kinesthetisch gehakt van kunnen ja. maken. Want ik heb je al bewezen dat, dat, stemmetje, dat je dat stemmetje niet serieus moet nemen. Precies. Want je kan het wel. Ja. Met de juiste middelen en ja, etcetera, et cetera, et cetera. En dan wordt de, de oefening ineens een heel krachtig metafoor. Ja, ja waardoor ook uh, deze gek uh, om uh, hoe laat was het, elf uur s'avonds uh, met, met zijn blote poten over, uh, over de kolen aan het rennen was. En daar ben ik dus helemaal voor. Dat is een goede vorm van interactie ja dan maak je een he, Vergoedem heeft in haar uh, jij had het net over je was bij uh, uh, bij Denkproducties geweest bij uh, psychologie van het overtuigen psychologie van het overtuigen dat was zij denk ik ook ja, dit keer niet oh. want uh, er was een uh, dierbare overleden oh, okay. maar ik heb haar daar ook een keer aan het werk gezien ja. Hij heeft een oefening met koning en dienaar oh, yeah. uh, en ze laat ons dat doen ja dat is zo krachtig want je voelt meteen oh ja dit werkt ja en uh, 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 ja, ik ga hem nu even verder niet uitleggen, maar, maar dat was dus ook een, een, een oefening die, die meteen een, een toegevoegde waarde heeft. Ja. En dan is het prima om te doen. Als je meer wilt weten over Parcellen. ook daar is een aflevering van gemaakt. Dus check die dan ook ja. uit. Ja, het is een hele statusspel: ja. leren dat je vanuit verschillende statussen. Ja. Het is ook een, een, een dramaturgische oefening. Ja. Dus ook een oefening die ik nog ken van de theateropleiding. Maar dus, dat, dat is hem dus. Dus als je dus interactie hebt, a. Vertel een goed verhaal. Als het echt gekoppeld is aan het probleem. wat het publiek opgelost wil zien. dan hangen ze aan je lippen. Ja. Want ze willen het gewoon oplossen. Help ja. me hiermee. En dat is zo logisch. dat de meeste mensen dat vergeten. als ze op zoek zijn naar interactie. Ah ja, precies. En b. is dus op het moment dat je. vraag-antwoord spelletje gaat spelen. op het moment dat je mensen laat high-five, masseren. van stoel wisselen. Ja. kan heel effectief zijn. Maar denk dan wel na over. wat is het doel. wat ja. ik hiermee wil bereiken? Ja, precies. Mooi. Wauw, Serge, we hebben echt, als ik nu al kijk, wat we in uh, een klein anderhalf uur tijd aan content uh, gedeeld hebben. Uh, je zou er een boek over kunnen schrijven? Je zou er een boek over kunnen schrijven, nou. Wat toevallig dat heb je gedaan. Uh, op het moment dat mensen meer over jou of over dit boek willen weten, via ja. welke weg komen ze dan. Uh, het makkelijkste is Backsimpactacademy.nl. Daar kom je mij tegen. Maar ook op LinkedIn. Ik vind het altijd leuk om met mensen te linken. Op LinkedIn deel ik ook veel tips. Als je mijn naam in toetst, dan kom je me wel tegen. Precies, waar laat ik mijn handen? Te koop via alle bekende wegen: Ja. Fantastisch. Ja, ik had. Ik, ik, mijn droom is op nummer 1 te komen bij managementboek Top 100. Maar goed, Jos staat er nu. Met, <laughs> met zijn. Met zijn met op nummer 1 en op nummer 2 met zijn boeken. Dus. Ja, dat, dat wordt een uitdaging. Dat wordt een stevige uitdaging. Maar... maar misschien kunnen we jou een handje helpen. Uh, als je dit hoort en je bent nieuwsgierig, kan ik je van harte aanraden dit, uh, dit boek uh, te bestellen. Wij gaan langzaam naar de afronding. Ja, maar uh, je kent uh, mijn podcast. Niet ja. voordat uh, we naar uh, de laatste vragen gaan. Ja. Uh, nou ja, kijk maar wat er als eerste in je opkomt. En alle antwoorden zijn goed. Heel leuk. Klaar? Ja. ja. Wat is een boek wat je zelf enorm heeft geïnspireerd... en waarvan je zegt dat zou iedereen moeten lezen? Oh, dan moet ik kiezen, hè? Uh, mag geen twee zeker? Ja, je mag ook wel twee, hoor. Oké. Okay. Ja, dat is toch absoluut Resonate? Mm -hmm. Van Nancy Duarte, waar ik het al eerder over had. En ik vind ook verbaalmeesterschap van Remco. Uh, ik vind het zo'n goed boek. Ik vind het in Nederland het beste boek als het gaat over presenteren. Mooi, ja, absoluut. Nou, die twee staan, uh, staan genoteerd. Uh, je hebt er al antwoorden over gegeven. Misschien heb je toch nog een, uh, een, nog een andere. Wat is, wat is nog meer een mythe over presenteren en spreken waar we vanaf moeten? Een mythe. Ah mm, oh ja, een mythe is dat als je gaat presenteren, dat je moet gaan presenteren. En daar moet ik wel even onderscheid te maken. De meeste mensen staan niet voor volle theaters. Als je, op een th als je echt een groot publiek hebt, dan moet je het extra aanzetten. Ja. Hè, om al die mensen te kunnen bereiken. Ja. Maar de meeste mensen die gewoon in, op hun werk moeten presenteren. Ga alsjeblief, stop alsjeblieft met presenteren. Ga gewoon je informatie delen. Ga het vertellen. En ik merk heel vaak als ik deze tip geef. dat mensen een soort van ontspannen. Oh, mm. ik mag gewoon vertellen. Ja, want daar wordt het vaak veel beter van. Alsof je het gewoon één op één tegen iemand zou vertellen. Mooi. Stop met presenteren. Vertel het. Ja. Ja. Ja, Delen uh, deel het ja, ja. was een uithangsport uh, waar miljoenen mensen langskomen. Uh, en, en, en wat zou jij op dat uithangsport plaatsen als je het simpel vertelt, hoef je niet zoveel uit te leggen? Mooi, ook een knipoogje naar Einstein toch? Ja, ook zeker. Ja. ja, 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 maar, maar ook wel een, een echt wel bewustwording voor mensen. Ook al is het publiek hyper intelligent, betekent niet dat je het super moeilijk moet maken. Mooi, nog één keertje. Als je het simpel uitlegt... Hoef je niet zoveel... Nee, wat zei ik nou? <laughs> als je het simpel uitlegt... Als je het simpel vertelt... Hoef je... Als je... Ja, zo is-ie. Als je, als je het simpel vertelt, hoef je niet zoveel uit te leggen. Precies. Dankjewel. Uh, stel je voor, angst speelt geen rol meer in jouw leven. Oh? Wat voor keuze zou je dan maken? Wow. Dat is een goede vraag. Um... Dat is het eerste wat nu in je opkomt. Angst speelt geen rol meer in mijn leven. Welke keuze zou je dan maken? Dan zou ik wat we hier aan het doen zijn over de hele wereld willen doen. Ja. Mooi. Ja. Wat is een idool of inspiratiebron voor je? Ja, er, er zijn er meerdere, maar Remco is al een paar keer voorbij gekomen. Die mag je niet meer noemen? Nou, oh, oké. Okay. Jos Burgers. Nou, dat is wel leuk misschien. Uh, het, het klinkt misschien alsof ik, uh, ik zeg Jos of Jules Burgers. Het is niet zo dat ik die man heel goed ken. maar uh, zijn manier van schrijven en de, de wijze waarop hij zijn boekjes maakt, die hebben mij wel geïnspireerd. Hij heeft mij geleerd, zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, mm -hmm. dat als je iets eenvoudig brengt, dat betekent niet dat het uh, dat het uh, dat dat het niet hoe zeg je dat dat het geen diepgang heeft. Mm -hmm. um, maar dat, dan, dat je dan wel veel mensen kunt bereiken. En dat heb ik wel beoogd met mijn boek. Dus het heeft jou geholpen om het praktisch te maken, ja. verhalend, in plaats van het wetenschappelijke ja. boek wat je eerder beoogde. Ja, precies. Mooi. Wat is een muzieknummer, uh, een anthem, wat je graag luistert, wellicht voor of na het spreken? Uh, uh, Don't Worry, Be Happy van Kim okay. Burkfey. Bon ja. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Uh, en maar ook soms wel, als ik het heel spannend vind, Titanium. Van Sia is dat, geloof ja, ja. ik. Ja. Ik vind het een heel vet, uh, het is een goed opzwepend nummer. En uh, het soort uh, van soort alter ego bij mezelf, zeg maar. Dat ik het is niet zo dat ik dan onbereikbaar word, maar wel van oké, okay, bring it on. Weet je wel, Lekker. Ik, kan het, ik kan het hebben. Ja. Leuke le 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 leuk nummer. Laatste vraag is de college toevraag. Ja. Um, dus we beginnen, spreker die uh, wil jouw advies. Wat zou jouw tip zijn? Wat is een mooie eerste stap? De eerste stap is. Denk goed na over wat het publiek van jou moet leren. Of wat, welk probleem dat het is. Dat je gaat oplossen voor ze. Dus ben met je publiek bezig en niet met jezelf. Hmm. Mooi. Serge, zit erop. Ja, hoe Dan. lang hebben heb wij gesproken? Ja, klein anderhalf uur. Wow. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.